Het is vandaag zondag 28 maart en ik zit hier via Zoom tegenover Xander de Rijke. Jij! Hoera! Dag Xander, alles goed? Alles goed? Nog twee dagen mm -hmm. en dat is dus als deze wordt gereleased, dan is Xander de Rijken 15 jaar comedian. Ja. Of in ieder geval 15 jaar op het podium. Ja, ja. Het is dus, wanneer dat hij een comedian geworden is, uh, volgens sommigen nog altijd niet. Nee, ja. En, nou, dat is al gelijk een goede eerste vraag, denk ik. Wanneer vond jij zelf, had je op je 18 jaar al, oké, okay, na die eerste show, van oké, okay, ik ben het? Of, of wanneer, wanneer was het voor jou het besef, oké, okay, ik, ben, ik ben officieel nu een comedian? Ik, um, ik denk, goede uh, mok trouwens. Uh, <laughs> uh, nee, ik denk, eerlijk gezegd. Ik van... Dat zo doorstrepen en opschrijven, vanavond opgenomen. Vanavond... <laughs> Het is, het, oh. Vanavond nooit echt live. Nooit, niet helemaal live. Uitgesteld live. Yeah. Uh, nee, ik, ik denk, als ik echt eerlijk ben. De eerste keer dat ik een zaal uitverkocht heb. met een zaalshow van mij. Ja. Ik denk dat dat nog de, de grootste teller is. Ja. En, dan, en dan is dat ook niet meteen de première van mijn eerste show hoor. Ik denk zo: uh, een show gelijk. De eerste keer dat ik in het CC van Lommel speelde. Ja. Dat is een van de vijftien zaalshows van uw zoete 666. En ja. dat zat vol. Dat was 500 man en lommel. En dat was de eerste keer dat ik ook dacht: van, wat, wat komen jullie hier allemaal doen? En hij ik stapte, dat ik echt dacht van oh, wauw, een stad gelijk lommel, waar ik ja. nog nooit geweest, zat er vijf ja, ja. man om mij te zien, was wel schrikken. En dan had ik wel door van ah, oké, okay, nu, nu komen ze wel echt voor Xander de Rijken, artiesten, niet meer voor. Ah ja, dus die gast die tien minuutjes voor Alex nu zet, of nee, dat is nu nee, zit. Die... Het voorprogramma van iemand anders, je, bent, je, was, je was jezelf. Nu dan ben je eigenlijk nog strenger in het bepalen wat, een, wanneer je. Ik zeg altijd, je bent comedian als mensen een kaartje voor jou kopen. Hè, ik, vind, ja. ik vind mensen die in line-up spelen, ik zeg niet dat, dat dat. Ik bedoel, dat is fucking moeilijk vaak mm -hmm. en, en veel werk. Maar geld verdienen uh, uh, om de, en dat mensen voor jou een kaartje kopen. Mm -hmm. Dat noem ik eigenlijk misschien pas een comedian. En jij gaat dan nog een stapje verder en zegt: als je, ik, ik voelde het eigenlijk pas als mijn zaal uitverkocht was. Ja, en, en ik zei niet per se de zaal uitverkocht, hè, maar vanaf dat je een volledige zaal hebt die voor u een kaartje gekocht hebt, dat doet ja. al wat hoor. natuurlijk. Dat kan ik uh, me voorstellen. Ja, ja. En ik, ik weet ook dat dat aan de andere kant veel te maken heeft met ik die de support van Alex gedaan heb het jaar ervoor, waarschijnlijk in het CC van Ja, Londen. maar als je die niet goed had gedaan, dan was er geen, geen hol uh, komen nee, inderdaad. kijken. Nee, nee, denk, denk, hij is daar sowieso heel belangrijk in. Um, qua publiek naar mijn zaal trekken, dan, dan eender welk ander ding, denk ik, ervoor. Ja. ja, absoluut. Dat, dat is een combinatie van factoren. En dat zeg ik ook altijd. En, en niet alle comedians, en zeker niet uh, alle grote comedians. Uh, ja, ik bedoel, het, het publiek van Alex, dat merk ik ook altijd in de Joker. Er zijn andere publieken die komen alleen maar voor één iemand. Voor degene voor ja. het kaartje hebben gekocht. En, en bij Alex zijn het altijd comedy liefhebbers geweest. Mm -hmm. En dan heb je als, voor, als voorprogramma uh, heb je een ietsje uh, opener publiek. Dat is als wij naar een band gaan. Ik ben ook, ik ben ook die lul. Ja. Als ik naar Monsterberg net ga kijken. Dat ik zoiets heb van... Jongens, waarom, waarom is er iemand bezig? Ik wil... Waar is Monsterback? Ja. Of, of Nine Inch Nails? Of even wat. He, dan, ik ben die lul. Die niet kijkt naar het voorprogramma omdat ik het hoofdprogramma wil zien. Dus, en, en in comedy heb je dat, bestaat dat ook. Maar het gros van het Alex-publiek. Daarom heeft bijvoorbeeld Steve Hughes in, in het Sportpaleis toen mm -hmm. ook goed kunnen scoren. Ja. Want het was in het Engels en er was iemand waar ze nog nooit van gehoord hadden. Ja. En toch had, had het gros van het publiek een open mind. Ja, ik, ik denk ik... dat er jouw publiek ook wel is, hè? Die zijn ook wel open minded. Ja, ik. ik wil er gewoon nog aan toevoegen. Ik meen mij te herinneren dat uh, de Pil ook zei van dat het voor hem meer opleverde om supports te doen voor Alex dan voor Geubels, omdat ja. Geubels gewoon meer een publiek heeft die zegt van ja wij komen naar Filip Geubels kijken, ja. maar die, daarom zijn die niet per se into stand-up comedy als een geheel. Um, nee. ja, ja, en, ja, voilà. En Alex was tot op vier vijf jaar geleden niet echt per se iemand dat je kent van tv. Nee, die, die is op tv gekomen omdat hij het Sportpaleis uit, ik bedoel. Ja. TV volgde uh, zijn, zijn populariteit in de zalen. Ja, TV heeft zoiets van allez, het is dan goed gezet. Ja. <laughs> is het is goed genoeg om bekend te worden door ons. Ja. Um, ja. Maar ja, inderdaad, ik heb, wel, ik heb wel een Comedy Minded publiek. Ze hebben ook altijd wel het voorprogramma dat ik meepakte, gerespecteerd of zo. Of die ja. hebben er altijd wel een beetje baat bij gehad. Ja. Um, want uiteindelijk de laatste support die ik gehad heb, was Jade. Ja, juist. Uh, en, en zij had ook wel het gevoel. zij had ervoor alleen met Bart Kanarts opgetreden. En ze heeft er meer aan gehad. omdat ze wel bij Canaerts het gevoel had dat dat meer. CC-abonnee-gerelateerd was. Dat de leeftijd ook een stukje hoger lag bij Canaerts. Ja. Uh, en mijn publiek is ietsje specifieker qua leeftijd. Ik heb. Uh, wacht, ik heb er, uh, Want uh, ik heb op het internet. het interwebs natuurlijk. Uh, gesteld. zijn er leuke vragen voor. Uh, voor Xander de Rijken. Uh, wat ik, uh, wat, uh, de, wanneer <laughs> komt die show uit? En wanneer dat? Ja. Dat, uh, dat moeten ze je maar gewoon volgen op, uh, op Instagram of uh, Twitter. Want dat, uh, Twitter weer genoeg over. Ik blijf, ik blijf het altijd grappig, vinden dat mensen. Ja. altijd zo bepaalde dingen veranderen. En denken van: ah, is het omdat ik te weinig deel over mezelf? Is dat het misschien? Ja, precies. Er was ook wel iemand die heb ik niet opgeschreven. Maar dat was weer een opmerking van: ik weet alles al. Fucks. Oh ja, <laughs> dat snap ik ook. Want moet ook duidelijk zijn. Ik, um, ik, ik, ik plan zulke dingen zoals ik vraag je om een Focus te doen voor mijn vijftien jaar, maar dat is niet omdat ja. ik iets heb van nu van 4 mei, het is meer van ik vind het leuk om een dingetje te organiseren rond iets. Ja, normaal gezien was het de bedoeling om deze live in de Joker te doen. Tuurlijk als we, uh, hadden open mogen zijn. Hè? Daarom hadden Tuurlijk. we eigenlijk hadden we daarom het is inderdaad het is uh, half negen uh, uh, op uh, zondagavond. We zitten nu via schermen tegenover elkaar. Normaal gezien zaten we met z'n tweeën in de Joker... Uh, ja. ...dit flauw flauwekul te doen. Uh, met belachelijke... met, 20, met uh, 30 man die dat uh, nog leuk vindt ook. Belachelijke foto's <laughs> te delen enzovoort. Ja, precies. Ja, maar ik heb, ik heb inderdaad... Maar goed, dus, uh, dus ik had gevraagd... ...er zijn er leuke vragen voor Xander. Mm. Johan Terijn heeft daarop geantwoord. Wat vindt hij een leuke vraag? Wat, dat? Dat vind ik leuk. Dat ja, is wel een, een leuke vraag. Bedankt, Johan. En uh, er was ook iemand dat daarom... <laughs> Um, Tamara Laarmans uh, vraagt: Is volgens jou je publiek veel veranderd door de jaren heen? Um... Was vroeger meer jonger en nu wat gevarieerder? Is dat ook zo? Ik denk dat wel. maar... Ik denk dat ik, allez, ik, denk dat ik sowieso eerlijk kan zijn en zeggen: De afgelopen vijf jaar is in kwantiteit wel gestegen. Of zo. Er is wel veel meer publiek bijgekomen de afgelopen vijf jaar. Ja. Um, maar ik weet het niet. Het is. It is... Het is heel vreemd. Ik dacht altijd dat het voor bekeken een, een nog kleinere niche was van wat je kan doen was en op een of andere manier heeft het publiek het ruimer gemaakt. Ik vind het niet zo raar, want uh, omdat wij, het, en ik ben me daar zelf ook schuldig aan, omdat wij zo in dat comedy milieu zitten, denken wij dat dat voor iedereen gesneden koek is. Terwijl het comedy, het, de comedy liefhebbers, dat is, dat is maar een klein stukje. Terwijl iedereen kijkt tv, hè, man. Ja. Iedereen kijkt films. Vlaams films tot daar aan toe. Maar iedereen <laughs> kijkt tv, hè? Dus dat is. Dus, dus, dat is een, dus iemand die het daarover heeft. Die, die, er zijn een hoop mensen die nog niet weten. dat ze comedy leuk gaan vinden. Want dat comedy vaak over dingen gaat. die heel herkenbaar zijn mm. of heel dingen. Maar iedereen kijkt tv. Dus iedereen kan aansluiting vinden. maar iemand die daar dingen van zegt. Want iedereen zit voor zijn tv. Te zeggen, nou, wat, wat, wat gebeurt er hier nu weer? Wat is dit nu weer? Uh, en, en jij kunt er dan nog een, een mop over maken. Uh, uh, jij maakt er dan nog een mopje van, <laughs> wat het wel uh, beter hm. maakt. Dus ik denk dat, dat, er, dat er wel een, uh, een groter publiek voor dat ding is. Ja, ik wisten we toen niet. Ja, nee, zeker toen niet. Maar ja, ik blijf, weet je wat, het is? dat is een soort van pretentie dat je misschien eigen hebt, dat je denkt na 15 jaar van, nou, ze weten het nu wel wat het is dat ik doe en wie dat ik ben. En dan toch zijn er, ik like, stuurde een tijd terug iemand op Instagram gaan. Een heel goed bedoeld bericht dat was ook oprecht: van hey, ik ben fan en ik vind de dingen leuk dat je het doet, maar het opende wel me. Ik, ik, ik dacht vroeger dat je een flauw afkooksel van Alex Agnew was. Ja, en ik, ik snap waar die perceptie vandaan komt, tot een bepaald punt. Maar, natuurlijk als je al 14 jaar niet meer aan het werk gezien hebt. Allee, dat, dat gebeurt nog altijd. Hè? Like, nu minder omdat ik niet aan het optreden ben, maar dat, dat mensen zo... Hé, hey, ik heb je nog gezien in het voorprogramma van Alex zeggen met Capitool. En sindsdien heb je geen enkele keer mee gekeken, of wat? Nee, dat is nee. dus ook weer veertien jaar geleden. Ik, ik heb het... Het, dat, het publiek heeft dat wel, maar wat ik vooral vind, is dat uh, heel veel comedians daarover elkaar hebben. Dat heel veel comedians, uh, omdat als die in het begin spelen die samen omdat om een klein circuit, weet ik veel wat, ja. daarna gaan die allemaal avondvullend... En zien die elkaar niet meer spelen. En weten ze van zichzelf dat ze geëvolueerd zijn. Maar ze nou, beseffen niet. dat niet van hun collega's. Dus, ja. dus ik, ik heb ooit met, met een paar Hollandse comedians... En die hebben in 2003 Alex zien spelen. En die zei ja... En die zeiden dan echt tien, 15 jaar later... Zeiden die tegen mij, ja maar ja, Alex dat is toch die, die gast die zo Eddie Murphy doet en dit en dat. Hm. Ik zeg, al... al Nee, nee, maar goed, dat was inderdaad. In de 2000, als, dat de, als het 2003 de laatste keer is dat je hem gezien hebt en, en, en je beseft niet dat jij geëvolueerd hebt, maar al die anderen niet, ja, dat is niet helemaal logisch. Maar heel veel comedians hebben dat wel. Ja, ik, uh, ik denk dat vijf jaar geleden is dat ik ook voor mezelf beslist heb om nog een keer naar Geubels te gaan kijken, ook bijvoorbeeld. Ja. Uh, ook om te concluderen dat hij gewoon een betere comedian geworden is. Ja. Uh, want ik, ik hou me graag vast aan dat hele dingetje van het is gewoon hacky, een bullshit. Maar um, ja, weet je, het, het, het doet goed om een collega of een concurrente of een collega waar je gewoon geen fan van bent, toch een keer gezien te hebben om het in perspectief te zetten. Een absoluut, absoluut. En dan, um, en dan zie en dan of je of je smaakt niet te zijn of dit en dat, maar het is wel, je mm. ziet wel, ah ja, die is ook geëvolueerd. Natuurlijk, want iedereen. Als je het niet zou evolueren na een aantal jaar, ja, dan, ben je, dan ben je die plaats op het podium wellicht niet waar. Dus ja, niet... Het, het, het helpt het ook te plaatsen. Uh, bij mij helpt het ook te plaatsen. Het, het hielp mij. G Jij weet ook dat, dat ik ook iemand was die uh, niet zo tevreden was toen bijvoorbeeld um, Kamal die plek van Hampeel heeft gevuld. Op televisie dan bijvoorbeeld. Ja, ja. En ik was ook zo wat. waarom heb je dit verdiend en dat kan toch niet goed zijn? En ik ben gaan kijken in de Narenberg. En mijn einddingetje was ook eerlijk. Uh, en dat is niet met me aan te vallen. Het was mijn ding niet. Maar ik zag ook aan dat publiek van. Oh, Am, jullie zijn ook niet echt een comedy-publiek. Snapte ik? Ik zat, nee, tussen, ja, ik zat ja. tussen een Antwerpse politici. en een presentator van Q-Music. en die gingen eraan. Ik dacht, ja, maar jullie hebben nog nooit iets anders gezien, denk ik. ...dus... Ja, of dat ja. is hun, hun stijl, hè? Dat is hetgeen wat zij ja, leuk vinden. Hm. Uh, uh, zoals, zoals natuurlijk Geert Hosten dat ook was. Ja. voor een hoop mensen. Uh, uh, en, en, en ja. Dan komen we terug bij het punt, het algemene punt. Voor ons is comedy in gesneden koek. En denken we, iedereen kent dat toch wel? Ja. Hè? En ik bedoel, jij gaat ervan uit dat iedereen wel ongeveer is gehoord heeft. Ik ga ervan uit ja. dat iedereen wel eens gehoord heeft van de Café de Joker. Ja. Ja, en je, je, er zijn een hoop mensen die nog nooit van Café de Joker hebben gehoord, hoor. Wat meen je a shit. Inderdaad. En, 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 en dat is af en toe wel ook goed om, uh, om uh, uh, even te ontnuchteren. Weet je wel, ah ja, dat is juist. Mm -hmm. Voor heel veel mensen. Is dat gewoon uh, een blinde vlek? Omdat ze... They don't care. En misschien... En daar zitten natuurlijk mensen tussen... Die dat nog gaan ontdekken. Die misschien nog wel af gaan komen. En dat nog wel gaan, gaan leuk vinden. Dus... Uh, dus... Uh. Maar goed. Um, uh, ik heb hier nog een vraag... Die ook uh, een soort leuke openingsvraag is. Annika de Roze vraagt... Wat zijn de mooiste professionele en privé herinneringen... Gedurende deze vijftien jaar? <laughs> Damn. Um... Eh, ik bedoel... Om het, om het zo maar... <laughs> Ja, om het wat klein te houden, ja, dat is het ja. moeilijke. Um, ik denk dat ik er wel meer gaat heb de afgelopen vijf jaar als, als de tien jaar ervoor. Ja. Omdat de, de tien jaar ervoor gingen nogal traag op een of andere manier. Of voelde traag aan, ja. Voelde ja. traag aan voornamelijk, ja. Um, ja, weet je, ik denk... Ik denk de moment waarin, waarin dat je het niet per se verwacht of zo, weet je, het winnen van de Comedy Casino Cup, ja. was wel een belangrijke voor mij. Omdat, ik, omdat, omdat, er ook, omdat het ook niet in de kaarten zat, dat ik dat ging winnen per se. Weet je, wat, het, wat, het hing er al een beetje rond van dat ik dat spel niet ging winnen. Dus ja. dat is een, een vrij groot moment. Um, mijn, mijn, je, mijn, mijn... En Het is natuurlijk ook door Comedy Casino Cup. Dat, maar ja, goed, dat was ook al in de Joker, maar dat heeft het wel versterkt. He, jouw vriendschap bij Alex kwam ook mede door de Joker, dat jullie elkaar in de Joker waren zijn tegengekomen, mm -hmm. maar ook door die Comedy Casino Cup, dat jij die voorprogramma's van Alex bent gaan doen. Ja. Dus, dus dit, dat, dat is allemaal een beetje verbonden met elkaar. Ja, weet je, het, het, uh, een, een soort vriendschap ontwikkelen met... op dat moment een van de grootste comedians van ons land. Ja. Um, en, en, ja, geen nog altijd, ja. en nog altijd, ja. En geen geforceerde vriendschap. Als in, nee. Het was niet dat ik zoiets had van: oh, hij is groot, ik ga me zo wat vasthechten aan u. Het was meer een organisch ding: van we zijn tot op een bepaald punt dezelfde soort. Dude, weet ik, like, Alex was ook niet wie like, hij was toen hij 18 was, snapte hij? Was nee, natuurlijk. Nee, het schril neurdachtig duwtje met bepaalde interesses en dan duikt er zoiets gelijk mij op dat ongeveer hetzelfde is ja. uh, van karakter dan. En, en dat helpt wel. En het is, ja, het is, Alex is daar heel, heel belangrijke in. Uh, ja. Dat dat, ja, die, zeker die, die eerste twee jaar na die Cup, waar het zo wat moeilijker ging, um, is hij wel blijven duwen of zo. Weet dat blijven, blijven, blijven steunen en mij blijven vooruit duwen, ook al ja. viel het was stil. Want ja, like, kom communicatie die Casino Cup winnen tot daar? Uh, de persaandacht tot daar? En dan valt dat weer stil. Maar. Ik moest er onlangs over nadenken, gelijk dat, het hele contractuele ervan, van Comedy Casino Cup, ja, dat is nooit geïnt, dat, dat was nooit legaal gefixt. Nee, Al, dat was ook... Ja. Ik, ik won die prijs en natuurlijk ik, ging ik niet op mijn 18 zeggen van, waar is de rest van mijn fucking... Uh, ja, alle beloftes. De, waar ja. de rest van mijn beloftes? En hier is dus van, hey, doet heb die prijs gewonnen? Maar er... die Comedy Casino Cup, met alle respect voor iedereen die dat deed, dat, die gaf ook een beetje aan hoe... hoe... Comedy toen in Vlaanderen was, in de kinderschoenen. Tuurlijk. Weet je wel, da, 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 hoe, hoe dat georganiseerd was, hoe dat ge, ge, gemaakt was, hoe, da, hoe dat allemaal liep, hoe dat de, de, daarna liep. Ja, comedy was gewoon nog niet professioneel of, 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 of helemaal, helemaal volwassen. Nee. En, dat, en, en dat hoorde erbij, dat was een deel daarvan. De, het, het, het grappige is dat. Um, mijn vriendin vroeg, vroeg daarnet nog aan mij: van, herinnert je nog. Dag 1. Herinnert je nog maart, 30 maart 2006? Ik zeg ja, gelijk dat het gisteren was, want het was een deelname aan een comedy-wedstrijd. En die de afgelopen 15 jaar bijna nog altijd niet veranderd. Namelijk, nee. ik moest daar weer veel te vroeg zijn voor helemaal geen kloten te doen. En ja. acht uur mijn kas opfretten tot ik op podium kon staan. Ja. Ja, ja, ik, ik probeer als, wij, uh, als ik help bij Human's Comedy Cup of bij andere wedstrijden, dan probeer ik dat inderdaad tot een minimum te beperken, omdat je gewoon wil dat die energie er is. Ja. En als jij daar al om twaalf uur smiddags middags bent om om acht uur op te spelen, dan ben je je energie gewoon kwijt. Ja, dat kun jij niet, dat kun jij niet... Die volle, het, voor sommigen is het natuurlijk goed dat je even die zaal voelt, want heel veel mensen die een comedywedstrijd meedoen, hebben nog nooit in zo'n grote zaal gestaan. Dus eventjes ja. die zaal voelen, dat helpt wel. Maar je moet niet al je energie wegdoen, want dat is gewoon niet goed. Dat is altijd. Dus, dat, ja. is, dat is waar ik stress van krijg, is wachten. Ik krijg, is, televisieopnames en comedywedstrijden in de ergste omstandigheden voor een show te gaan spelen altijd. Absoluut. Zeker, en, en zeker als je, als je de fout maakt om in de backstage heel veel plezier te maken en al je, je, al je creatieve energie te verspillen daar. Mm -hmm. He, want, want je kunt inderdaad wachten en nu zou je dan op je gsm zitten, toen nog niet zo hard. Ja. Maar, 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 dus dan, dan kun je inderdaad gewoon je energie nog sparen. Maar als je gewoon uh, de, in, in de foyer, in de uh, artiestenfoyer met je maten, waar zitten flauwe kullen en uh, heel hard lachen, ja dan, en je moet, en dan, ja, dan is het op. Dat is. Mm -hmm. Als het te gezellig is in de backstage, dan kan dat repercussie hebben voor wat er op het podium gebeurt. Of het, nu een, of het nu een wedstrijd is of, of, of uh, een gewoon optreden. Plus ook, ne, kom die wedstrijd nu, ga nooit zijn like dat die was vijftien jaar geleden in dit land. Vijftien jaar geleden, dat waren allemaal nobel onbekenden. Hè? Ja. Like, kom die wedstrijd, ga nu door en je kunt min of meer al inschatten wat de shortlist zal zijn. Klopt. En wie er zelfs een van de twee winnaars kan worden. Ja, ik denk dat je de top drie wel ongeveer... Of de, 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 wie, niet wie 1, 2, en drie is, maar je weet wel ongeveer... Die ja. drie mensen hebben de grote kans om al, te zijn. En al die mensen gewoon al met elkaar gespeeld hebben. Weet je ja. dat? Allee, dat, dat maar, like, in, mijn, in mijn ding, ja. Ik denk, mijn eerste show, mijn eerste, show, de van die, allee, mijn eerste die wedstrijd... Ik denk, alleen Geubels tre, speelt nog daarvan. Ja. Ik denk, die andere drie doen ja. al geen comedy meer. Of ja, hebben we ook nooit iets gedaan dat dicht in de buurt ervan kwam. Ja, 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 precies. Zeg, ik heb trouwens eens gecheckt... en het is me niet helemaal duidelijk... Uh, uh, want uh, de, mijn uh, fantastische uh, uh, archiefkwaliteiten... Uh, ja. ik heb gezocht naar jouw eerste show in de Joker... Ja. en ik heb daar foto's van gevonden. Uh, dus, uh, en ik denk dat er misschien ook één in je boek staat, maar dat weet ik niet. Ik heb foto's gevonden van, uh, van je eerste show in de Joker. Dat was op 23 juli 2006... En dat was een open mic. Maar ja. ik heb daar niet... Uh, ik dacht dat ik alle affiches ook had... of alle van die lelijke uh, website-postertjes... die ik toen maakte en nu nog altijd maak. En ja. ze waren toen nog iets slechter... dan dat ze nu nog altijd zijn. Maar ik vond het... Uh, de affiche van die, uh, van die avond vond ik niet... <laughs> dus, dus, ik, want ik vond dus, dus ook de nummering van de affiches, wat ik dacht dat de nummering van de comedyavonden waren, die klopt ja. niet. Die komt niet overeen met de, met de foto's die op die avonden getrokken zijn. Dus ik heb, ik heb een, een affiche gevonden van een open mic van, uh, van 11 juni, maar dat was, daar zat jij niet bij. Jouw eerste keer ja. was in de Joker op 23 juli. En dan heb jij samen met, uh, met Henk gespeeld in de Joker op 27 augustus. Ja. Dat klopt. Ik, heb de, ik weet dat ik de tweede open mic gedaan heb van de Jacobs. Juist, Dat was de tweede open mic. En daar bestaat geen van die open mic. Ga ik nu de affiche van de eerste ga ik de, uh, ga ik de getallen aanpassen. Want dat zal gewoon die affiche geweest zijn en dan met een andere datum. Maar dus omdat in mijn, in mijn, in mijn oude, uh, ik heb een oude, een oude uh, harde schijf gevonden. En daar, heb ik dat, daar staat dat allemaal op. Gaat hij van comedy avond. Uh, 10 naar 11 en dat gaat van 16 naar 30 juli. Dus die van 23 juli staat er niet bij, maar tussen de foto's gelukkig wel. Ja, en dan was dat zo leuk dat ik jou uh, gevraagd heb voor 27 augustus met Henk Rijkaard en als MC Alex Egnu. Dus dat was op zich wel een leuke avond. Ja, dat is <laughs> wie had gedacht dat dat nog iets ging worden daarna? Uh... Ja. En dan heb ik uh, nog verder, uh, want ik heb, ik heb een aantal foto's teruggevonden van 2006, inderdaad, van 15 jaar geleden. En uh, uh, bij mij in het uh, uh, vieze gebouw waar ik toen woonde, in de traphal, Xander uh, uh, de Rijke, die een papier, uw zoete 666, in de flik aan het steken is. Ja. Weet je die foto's nog? Ja, absoluut. En dat is uh, eigenlijk het minst smerige dat er in die trap al gebeurd is bij u, denk ik. Ik heb, er, ik heb er ooit heel bezopen oud gelegen, inderdaad. Maar, uh, maar dus wij, de eerste fotoshoot uh, die wij ooit gedaan hebben, was om de hoek van de Joker voor die, uh, voor die parkeergarage met die, met die rare dingen. Mm -hmm. En dan een paar maanden later hebben we bij mij in de traphal. En daar heb jij, ik denk, twintig verschillende uw zoete 66 A4'tjes. Verbrand en dan trok ik een foto en dan zag je zo die vlammen naast je gezicht. Zo. Het, het, al... beste, het beste aan die foto's en die traphal is, is de kleur van mijn haar, omdat ja. uh, ervoor, uh, de, de zomer ervoor, toen hebben we de, de. We hebben voordat die foto's genomen zijn, hebben we de tweede Joker CD opgenomen. Ah ja, ja. En ik weet dan nog, omdat, daar zijn ook foto's van genomen, apart voor de, gewoon echt voor de deur van de. Nee, dat Joker. kan niet, dat kan niet. Want de tweede Joker-cd is 2009 of 2008. Dat kan wel. Maar die uw zoete 666-foto's zijn toch van, van 2006? Nee? Nee, want ik heb nog niet eens een show dan. Ah, nee, dus dat klopt niet. Ik ben pas een première gegaan in uh, september oktober van 2008 en die Ah, oh shit, dat staat er. Ja, dan... Ja, dat is... Omdat de... de, de ja, oké, okay, nevermind. Maar goed. Ik weet de, dat, ja. omdat dus er zijn foto's... Je hebt van iedereen apart ook een foto genomen voor de tweede Joker-cd. Ja ja. ja, ja. Net naast de deur. En ik weet dat omdat mijn, mijn haar is daar heel kort, was kort, vrij kort voor keer in een lange tijd, maar er zat een uh, rode mesje in mijn haar. Er zat, mijn, er zat een rode streep in mijn haar gekleurd. Oh nee, ja. En je ziet nu op de foto's dat jij genomen hebt voor uw de 66, dat dat helemaal uitgegroeid is en roze is. Ja, ja, ja. Dus als je inzoekt op mijn belachelijke kop, lang vettig haar, is dat ook zo'n soort van afgekleurd oranje geworden. Voor de mensen die die foto's willen zien, want het is natuurlijk altijd leuk om over foto's te praten op een podcast. Mm. Ik zet ze op de uh, face. Ik ga een aantal van die foto's die ik gevonden heb, op de Facebookpagina van de podcast zetten. Dus voor iedereen die daarin geïnteresseerd is, uh, kun je het daar vinden. Ik heb ook een leuke foto gevonden. Uh, ja, voor die uh, andere foto's dan die we al hadden. Uh, uh, Eén van jou en Alex voor, die, voor je verjaardagsfeestje. Eén van ons, uh, jij, ik uh, van Peel en uh, Lewis Black. Dus, ja. wat ik, ik was zelfs vergeten. Ik wist dat er een van ons drieën was. Dus jij en ik ja. en Louis Black. Maar er is er ook een waarvan Peel nog bij staat. Ja. Uh, jij met Kinky de Beer in je, in je vestzakje. Ja. Uh, uh, en, en nog eentje uh, met Alex en Thomas. En ik die uh, 300 kilo weeg. De uh, <laughs> van, van... is de man die alleen maar in uw baard verouderd is de afgelopen jaren. <laughs> Ja, en wel, ik heb, ik heb, ik heb echt wel... Een, verloren aan gewicht. Ja, ongeveer wel inmiddels, ja. Maar goed, dus, uh, dus er zijn een aantal leuke foto's. Ik, had, ik heb een hoop plezier gehad om die terug te vinden. Ik zal, uh, ik zal er een van ons allebei uit... 2000, dus een foto van ons samen, 2006, wordt het fotootje van de... Van de, van de, van de, de topfoto is ook de foto van ik voor de gadget de agent. Ja, die had ik ook. Ja, dat is ook jeugdsentiment. Dat is echt, wat wij hebben daar een hoop leuk, leuke tijden meegemaakt en, en mensen uitgelachen, onszelf <laughs> uitgelachen. Ja, dat is, en die, dat is... En dat is het begin van onze, onze uh, action figure vriendschap. Oh, dat is dat toch. Dat is, dat is eigenlijk... Like, toen had ik pas door wat voor twee sarcastische lullen dat wij zijn als we daar binnen gingen, omdat wij daar zo shit staan te bepotelen. Toen komt er zo een van de gast met zijn moeder binnen. Ja. Ja, iets van. ja. mama, Hier hebben ze die Transformers, dat ik leuk vind. En wij zo, Ah, met zijn mama speelt het De Transformers. Twee seconden ja. later is die, die buiten. Dan gaan ze. Goed, uh, ik wil nog een buzzel hier. Dan was je een buzzel uitje hier <laughs> me? Ik wil die buzzel hier. Dan denk ik denk: van wij zijn even grote randenbielen. Behalve als Moeder niet meer meekomt. Ja, ik heb ook. Die had ik je nog niet laten zien. Maar ik heb ook een foto van jij die op de grond zit. Bij uh, 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 iets van Jurassic Park te zoeken. Of zoiets Iets echt zo op je, op je kont op de grond zit. Also, alsof je 12 bent. Echt heel funny. Echt heel funny. Ja, de Gadget. Ik zou nou naar Yves van het Gadget, jongens. Tien minuten zoeken naar mannekes. En vier uur luisteren naar Yves. Die, uh... Yves die. En over films en over over alles. Wat een topkerel. <laughs> uh, goed. Ik heb een die op uh, Twitter Goldilocks, uh, uh, Goldilocks heet. Heeft het afgelopen jaar aangetoond. dat je. Uh, heeft het afgelopen jaar aangetoond dat je het spelen niet echt mist. En dus of zo snel mogelijk terug wil. of eerder zoals Mark Maron of wil dat je eigenlijk ook mee zou kunnen stoppen zonder probleem. Ja, nee. In mijn geval is het wel duidelijk dat ik, uh, dat ik het. Allee, dat ik het mis. <laughs> ja. Die motor staat bij mij niet uit hoor. Nee, je hebt natuurlijk nu alle, allerlei andere projectjes gedaan. Waarover hm. later in de week meer. Nou, moet ik zeggen dat ik mijn show geschreven heb je. Dan moet ik het niet zeggen waar... Je hebt eerst uh, Uitgerust en Immu uh, ja. gedaan. Uh, en dan heb je je uh, boek geschreven. Dus je hebt wel projectjes gedaan. En er zitten ook projectjes tussen die in principe niet op een podium uh, ja. zijn. Ja. Maar dat is, dat, dat is dan wel ook echt een zijprojectje, heb ik het gevoel. Ja, um, ja, weet je, ik, ik heb pas door, hoe hard dat ik het gemist heb. ene keer dat ik er weer sta. Hè. Ja. Dat was zo na lockdown één, dat was zo nu tijdens lockdown twee. Het, is, het, het, is, het was eigenlijk die, die tien shows in de Joker. Dat was even weer zoeken en tasten. Maar de ene keer dat ik daar stond, was ik weer vertrokken. Hè. Allee, dat... Ja, ja dat, was, dat was redelijk straf. Dat je naar, eigenlijk na naar show drie stond die show er al. Ja. Ja, ik moest ja. ook, ik denk, een, een, halve, een halve week erna stond ik eigenlijk op Rock Werchter. Just, juist. <laughs> dus ik moest wel Rock uh, ja. Maar nee, ja, het heeft, dit is zeker niet uitgewezen dat, dat ik het zonder kan. Integendeel. Nee, het, nee. het toont aan dat ik een heel vervelende mens word als ik niet af en toe een uitlaat klet heb <laughs> of zo. <laughs> Zoals een hoop mensen die ik ken. Ja, ja. ja. Uh, Maarten van Kouwenbergen die vraagt, wanneer wordt je biografie verfilmd? <laughs> <laughs> ik, heb, ik heb al heel passief-agressief het binnengestoken bij Jan Verheijn, maar hij had nog niet. <laughs> en wie moet de Rijken spelen? Dat is een goede vraag. Dat weet ik niet. Ik denk nou echt zo'n van de nobele onbekende 18-jarigen ja. moeten vinden of zo. Ah, ik dacht zelf aan Jelle Kleinmans, maar goed, dat is dan mijn. Uh... <laughs> ja, zo. Want die kan jou spelen op. Nee, of Jonas van Geel, want die kan jou spelen op 18 en op 31. Dat is, dat heeft hij wel al bewezen. Dat kan die. dat heeft hij al gedaan. Dat is een heel multigetalenteerde man. Ja, behalve alle dingen die hij al toen is. Maar dat is jammer, maar dat is, dat is wat het is. Ik, ik denk, maar eerlijk, als je de denkoefening echt zou maken over mijn biografie verfilmen, dan moet, die, moet de film ook eindigen op mijn meest optreden. Ja. Ben ik persoonlijk, hè? Die moet eigenlijk over je jeugd gaan dan? Ja. That's, that's... En dan wordt het wel, wordt het wel uh, uh, marginale in de miserie film. natuurlijk. Ja, dus dat is het helaas... is wel echt een Vlaamse film. Dus helaas zijn er dingen bro, met een meer, hè. Dus... de meer meer. Helaas zijn er dingen in, de, in, de, in het meisjesland. Dus ja. <laughs> eigenlijk gewoon, het was de taalst van de andere kant is dat eigenlijk ja. gewoon. <laughs> dat is keihard. Nee, daar, ja, dat is de logische ding. Want wat ga je daarna nog gaan vertellen? Alleen bedoel, dan. Ja, dan is, het, dan, is het succes, dan is het een beetje een successtory met nog wel een dipje ertussen, maar dan is het... je hebt eigenlijk 7, ja, 8 ik... jaar successtory en dan even twee jaar wat moeilijker en dan weer een successtory. Weet, weet je wat het ook is? Vanaf dat je voorbij het comedy zou gaan, dat zou je eigenlijk comedians moeten beginnen casten. Ja. Snap je? Like, je, zou, je zou bijvoorbeeld wel like, mijn like, uh, Homo Cabaret, dus die wedstrijd in 2006. Zou je wel ja. geubels kunnen laten horen, maar je zou hem niet kunnen laten zien, omdat hij te oud is geworden? Maar, allez, die verouderd niet echt, hij blijft er gewoon kaal bij een bril. Ja, ja, Snap je moet dat iemand anders, je moet iemand zoeken die dat heeft, maar dat is, dan, wordt het, dan, wordt het, dan wordt het. Dus je laat hem best niet zien. Ik denk dat hij nee, Dat moet, dat betere, dan, moet dan, is. dan moet je. De, 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 de perso jouw personage backstage hem horen scoren of zo, whatever. Ja. Dan, moet je, dan moet je dat device toepassen. En, en, ja. Ja, en er zit ook geen analoge segnie in dat verhaal, Allee, die duikt ook pas maanden later op. Ja. En wat zou je dan weer doen? Zou je Alex zijn eigen laten spelen? Dan ziet er ook niet meer uit dat hij 15 jaar geleden zag. Hè? Niemand niet. Nee, 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 dat is waar. Ik wel. Ik zie, er e nee, ik zie er echt. Het is verschrikkelijk. Ik heb vandaag naar oude <laughs> foto's zitten kijken. Ik was A uh, uh, 25 kilo dikker dan dat ik nu ben. En uh, ik had mijn baard tot hier. Dus dan zag je ook die onderkin extra goed. Ja. Dat is ongelooflijk, wat er in mijn hoofd omging. Hoe ik dacht dat ik eruit moest zien. Het ziet er ik zeg, beter uit dan vroeger. Dus, dus, uh, nou, minder slecht, laten we het, laten we het zo uh, bedoelen. Je, rijpt gelijk de goede avocado. <laughs> ik stink uh, de, de, de koelkast leeg. trouwens, ik heb wel het idee, we moest de film ooit gemaakt worden, heb ik al mezelf erin Ik vind dat je er wel al veel te lang over hebt nagedacht, wat ik wel heel grappig vind. Ja, <laughs> ik, ja I like, ik, ik hou van die denkoefening. Ja, oké. Okay. Ja, ja, zeg, zeg. Ja, en Peter van de begin speelt mijn nonkel, dat ook. Peter van ja, de begin. Ja, 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 die zou, ja, die lijkt er echt een beetje op. Peter van het begin speelt mijn onkel. Plus ook. jouw onkel wil ook niet gevaccineerd worden naar het schijnt. <laughs> Dat is een gissing dat je maakt, die is waarschijnlijk correct. Ik zeg ja, nou, nee, joh, die... Uh, nee, nee, ik denk ja. dat hij gaat laten vaccineren. Um, die laat zich niet opraten door Tine Rijmer, dat is zo. Dus, dus, Dat is meetjesland, weet je, dat is blablabla, bla bla bla, en dan uiteindelijk laat dat toe, dat is... Ja, ja, de, dat van die gasten die met een heroïne naald in hun armen roepen, "Zeg, zeggen, hey, die, uh, die spuit komt er bij mij niet in. Nou, weet je, kijk, Osteeklo heeft sushi omarmd sinds vorig jaar. Ze gaan is het... waar? Ja. Oké. Okay. Welkom in de 20e eeuw. Ze waren Zalig. eerst tegen, en nu zijn ze pro. Um, nee, ik, ik zou mezelf graag casten als de buschauffeur die mij afzet na het winnen van die wedstrijd aan mijn straat. Dat zou een kei goede cameo zijn. Ja, ja dat zou kei goed zijn. Dat, want dat was... Dat was ik, dus ik die van Gent achteraf terugga met die cheque van 500 euro, dat grote kartonnen ding, terug met de bus naar huis, op de laatste bus terug naar huis, naar Zelzaten. Zalig. Dus die buschauffeur ja. zou perfect zijn dat ik die speel. Dat, zou, uh, dat, dat is de laatste shot. Dat is het, voorla het voorlaatste shot. Het shot ja. En voor de rest ook allee, het is moeilijk. Ja, het is, het is moeilijk. Ja. Vanaf dat je naar Comedyland gaat, dan moet je comedy zichzelf laten spelen. Of iemand anders de comedy. Ja, en dan moet, je, dan moet je die optredens ook nabootsen. Wat redelijk moeilijk is. Want die sfeer van een, van een comedy show, uh, uh, dat gebeurt maar heel zelden. als ze dat in films uh, ik goed zou, doen. Ik zou, ik zou ze everybody play. Happy is dat ook niet gelukt. <laughs> Inderdaad. Uh... Maar ik zou ze nog veel liever, ik zou, ik zou oprecht nog veel liever Alex in die film steken als een klein rolletje. Ja, dat, zo, zo van zo'n, ja, weet dan, gewoon een leuke opfleur gimmick. Een of andere winkelbediende of een uitbater van een videotheek. Zou ik hem nog liever laten zijn dan dat je die als zichzelf speelt of als een grote rol. Omdat het dan gewoon een beetje dubbelop wordt. En dan zou je ook, dan zou je ook het, het hele stuk van jij en je maten die jackass daar spelen en zo. Dat zou ook leuke cinema kunnen zijn, hè? Tuurlijk. Dat, zou ja, dat is zo heel grappig. Ja, dat is super, dat is super. right, goed. Stefanie had drie vragen. En dan waren vraag ik maar één vraag, maar ze waren alle drie wel oké. Okay. Okay. Dus had Stefanie BSTNS, ik weet niet wat dat betekent. Uh, op welke Marvel superheld lijkt je het meest en waarom? Um, ja, voor, lijken lichamelijk op geen enkele, dat is al duidelijk. Ik. Uh, ik, ik trek op een been van Drax. Daar is waar... <laughs> ik... <laughs> ik zie eruit als de knie van Drax. Nee, nee ik, ja, Star Wars is mijn favoriete karakter, maar daar identificeer ik ook het meest mee. Ja. Ja, ja. Omdat, uh, omdat die invloeden daarvan ook een soort van Martin McFly, Indiana Jones-achtig dingetje zijn. En dat zijn... Beetje anti-hero ook, hè? Ja, dat zijn, ja. dat zijn everymans. Dat like... ja. is het ding. Hoe like, zal ik... De, 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 ja. Ik zie mij niet als Tony Stark, snap je wat ik bedoel? Omdat dat een karakter is met onuitputtelijke charme en geld en, en belachelijk veel kennis. En dat nee. identificeer ik mij niet. Ik, ik, zo, ik, ja. Het is een beetje het principe waarom dat heel veel jonge Hasten Spider-Man bij aanslaat. Omdat Spider-Man u doet geloven dat hij dat kunt zijn. Ja, klopt. Nu niet meer. Iedereen zou denken van, wat we dikke Spider-Man heeft een pens. Dat, dat is. Dat is... Ja. Maar... Daarom ben ik nu Thor. Uh, ik bij, uh, Thor, Thor. Maar zo... Big Lebowski Thor. Big Lebowski Thor. Nee, ik zou uh, Ik, heb het, ik zou het niet weten. Maar, maar uh, uh, het grappige is natuurlijk dat jij Star-Lord hebt leren kennen. door de Galaxy of the uh, Guardians of the Galaxy films. Eigenlijk zoals ja. ik ook hoor. En ik mm -hmm. ben wel een Marvel-fan, mm -hmm. maar ik kende. Dat is een. Heel klein, heel klein niche hoekje ja. van het Marvel-universum. Ben je daarna ook die, die comics gaan lezen van uh, Guardians of the Galaxy? Uh, nee, bezit er wel een. Er zit wel, ah, ja. wel de comic waar het op gebaseerd is, de 2008, Revamped Guardians of the Galaxy. Ah ja, Die bezit ik wel. Ik heb die eigenlijk meteen gekocht achter dat ik die film gezien had, omdat ik dacht van dit gaat groot worden en dit is een investering. Ja, 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 ja. Ik heb die gezien in Portugal. Hè. Ik was op vakantie in Portugal. Ah ja. En Guardians of the Galaxy kwam daar een maand vroeger uit dan bij ons. En was dat dan bij Portugees ondertiteling? Ja, maar wel nog altijd in het Engels. Ja. Dat is dan weer het grappige. Moest die in Spanje uitgekomen zijn, dan was die Spaans, Spaans gedubt. Ja, dan was het uh, Star-Lord uh, DiPaglia heet. <laughs> Star-Lord dat is een letterlijke <laughs> vertaling. Ja. Um, maar, maar ja, en ik, ik heb die toen daar twee keer in de cinema gezien. En ik wist toen al van, dit gaat heel groot worden. Want dit is wel iets speciaals. Nou ja, voor de mensen die. Uh, 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 James Gunn, die de eerste en de tweede uh, Guardians of the Galaxy films gemaakt heeft. heeft nu de trailer gelanceerd van. Uh, de, suicide, de Suicide Squad. He, want als je iets beter wil maken, dan zeg je er gewoon. Uh, DE voor. Dat is daar hoe het gaat. Daar weet ik vanaf morgen ook. DE Fokker van de Meulen. Maar. Uh, uh, ja, ik ben wel heel enthousiast voor die. Uh, voor die film. Terwijl ik dat van die vorige twee films. helemaal niet was. En na het kijken nog minder. Maar nu heb ik die trailer gezien. Met die high, met, met uh, Doctor Who. Ik vond zelfs Harley Quinn niet irritant. Dus ik, ik ben echt enthousiast. En okay. minder, geloof ik. Hè? Ik was er niet kapot van. Ik had zien hoor. Ik had het waarschijnlijk leuk vinden. Maar um, ik vond het een beetje een neven trailer of zo. Ik weet het niet. Ik vond, ik vond het ook niet zo hilarisch. Ik zal het zo zijn, ik had iets grappiger verwacht van James Gunn. Ja, ik vond het wel heel grappig. En ik vond ook. Ik vind de high. Ja, er, zit, er komt een kaiju in. Ja, ja, op ja, Grote Zeester, schrappen Grote maar, Zeester! Hoor. Sorry, nu al fan van de Grote Zeester, hoor. Maar ik had gewoon like, met King Shark wel een heel erg I Am Groot vibe of zo. Dat wel, ja. Uh, en hij heeft alle drie de punchlines van de trailer ook. Gewoon, King Shark is. Ik denk in de strips is King Shark ook geen randbeeld Die kan ook wel deftig spreken, maar daar heeft hij er een soort van. Nam-nam, ja. zo'n ding van gemaakt. Ik, vind die, ik, ik, ik moest ook wel heel hard lachen. Uh, natuurlijk, als we met, tegen Doctor Who. Die heeft allemaal pinnetjes op zijn Ik ken het personage niet. Die heeft allemaal pinnetjes op zijn kop. Hm, ja. En zeggen: uh, uh, Als je dat doet. En uh, je moet ook dat doen. En als je dat doet. Vlieg je vliegen eruit. En als je dat doet. Vlieg je eruit. En dan begint Harley Quinn ook dingen te verzinnen. die hij niet mag doen. En, uh, zo van, uh, en als je de verkeerde kant op gaat. vlieg er ook uit. Dat die anderen zeggen: Nee, nee, nee. Nee dat, nee, dat, nee, dat niet. Dat vond ik ook grappig. Dus ik vond dat er veel. En natuurlijk. Ik ben, uh, Idris Elba vervangt. De uh, uh, blauwe Fresh Prince of Bel Air. Dus ik ben een super. Uh, <laughs> Ik ben super blij. Het nou is niet letterlijk, natuurlijk, het is een ander personage, maar het is ja, eigenlijk dat personage. Dit wat ik het nou beste van allemaal vind: dat hij dat eigenlijk uh, dat die wel origineel gecast was om Will Smith gewoon te vervangen als Deadshot. Ja. Maar dat het ook blood, Bloodsport geworden is om dat wel een open laten voor Will Smith om terug te keren als Deadshot. Dat ik denk van, ja, maar ik, ik kom niet terug. Ik zit niet te. Ik uh, zie Smith ook De eerste moeilijk. de beste die nu hashtag release de uh, deadshot uh, verkut of whatever. Die, die ga ik persoonlijk op zijn bakken slaan. Dat klinkt een kut eigenlijk hoor. Release de kut. Blijf, <laughs> blijf, blijf, blijf aan je handen, we hebben kut af. Maar uh, nee, ik, vond, ik vond dat uh, uh, niet goed. Slecht gecast, slecht gespeeld en slecht geschreven. Dus ik vond dat. Als we een film maken. Deze dat film deze, wel de, deze dat trailer... wel een film naar beneden, die dingen, ja. Ja, dan dat, ja, dat, dat, dat blijkt er niet zo heel veel meer over. <laughs> nee, maar deze film gaat. Je voelt dat die gasten slecht zijn. Of dat die. Eh, ik bedoel, het feit dat die haai op een gegeven moment. In de trailer zie je dat al Dus dat is, die vreet gewoon iemand op. Weet je wel? It's a bad guy. En dan komt in die vorige film totaal niet tot uiting. Nee. Het ergste wat Harley Quinn doet is, is uh, ruit inslaan en iets pikken. Ja. Fuck you. Maar goed. <laughs> uh, Star-Lord was het antwoord. Dan, Stephanie had ook de vraag. Na 15 jaar op het podium, wat vind je de leukste en minst leuke aspecten van de comedian zijn? Van het comedian zijn? Oh, fuck. Ja. <clears throat> um, het leukste... Ik ben, ik ben, ik, nou, het, het minst leuke weet vind ik nu sowieso, en dat ik vandaag zelfs grappig dat... Um, want ik ben een comedian... Dus ik, mag me, ik, en ik vind dat ik me alles mag lachen, maar ik ben zelf licht geraakt als iemand met mij lacht. Air quotes. En vaak is dat niemand die met mij lacht, vaak is dat gewoon iemand die mij beledigt. En, ja. en, en is een slechte grap die, die hij dan zegt als grap vindt. Terwijl en wij... Ik heb die discussie al vaak gehad. weet exact wat ik bedoel. Het gaat niet over dat ik zoiets heb van iemand maakt een punchline over mijn zijn. Ja, Als dat een punchline is, ga ik die echt wel herkennen hoor. En dat is niet een soort van ik die beslist wat grappig is. Nee, ik herken gewoon nu al een mop van ver. Ja. En, en uh, ik kan u het als voorbeeld geven. We waren er gisteren nog tegen elkaar over bezig over WhatsApp. Ik was tegen u aan het zagen over al die Snydercut-assholes. Ja, ja. Um, die overal alles aan het spammen zijn, nu met Release the Snyder Universe First. of whatever. Ja, En ik ja. heb nu al een week inderdaad op mijn recensie van uh, Snydercut op Letterboxd uh, spambots die hashtag Release the Snydercut komen posten. En dus ik ben al hele week zo, ik heb er like al drie of vier weggedaan. Gisteren had ik dat ook, ik stuurde die screenshot ja, 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 exact, van. Letterlijke, ja, ik Nu stuurt die gast die dat gepost heeft vandaag naar mij. Ja, ik probeerde gewoon grappig te zijn. Het is jammer dat iemand die lacht met anderen zo licht geraakt is. En ik doe het. Ik heb echt moeten antwoorden op en zeg van: vertel me een keer wat er grappig aan is. Leg, ja. leg, mij, leg mij uit hoe hilarisch je ding is. Dus ik. Het is duidelijk dat. Ten eerste, ik heb gereageerd, omdat ik dacht: van ja, ik heb nummer vier of vijf van de irritante spamaccounts. All right. Je hebt er niks mee gedaan. Zat Je hebt gewoon gezegd: hashtag release de Snyderkut. Ja, daar zie ik de. Dat is niet. Dat is. Vertel uh, met moppie, hoor. Ik, ja, ik, ik, vertel ik, me de mop. En dan, en dan zeggen we: ja, ik vond het niet grappig. Dus nee. Dus in uh, dat aspect, absoluut. Alleen je, gewoon de mensen die. Dus die, ja, je hebt dat ook, En man. Jij maakt een fat joke over je eigen. Tuurlijk. Iemand komt gewoon zijn, ah, oh, je zet dik. Dan denk je, ja, maar je zegt, dat is geen mop. Je nee, nee, absoluut. En, en, en er is ook een heel groot verschil, uh, als jij dat tegen mij zegt... ...of iemand mm -hmm. anders die, uh, waarbij ik bevriend ben, dan een wild vreemde. Dat is gewoon niet hetzelfde. Ik word niet graag uh, uh, grappig beledigd door een wild vreemde. Uh, het, het, het ding is, you only roast the ones you love. Ja. En, en dus als jij denkt dat jij mij roast... Maar ik ken jou niet, dan kan het beledigend overkomen. Absoluut. En, en het vervelende is, ja, als comedians zijn er gecreëerd... ...zo te zien nog altijd wel de illusie dat dit heel makkelijk is. Ja. En dat iedereen dat kan. Ja, dat zeg ik ook altijd. Hè. Het feit dat, het feit dat uh, uh, de goede comedians in Vlaanderen... ...die doen het uitschijnen alsof het simpel is. En dat is, dat, is een, dat is heel vervelend. Want dat betekent dat heel veel mensen denken... ...ja, dat kan ik ook. En dat is niet waar, want het is topsport. Het is uh, topsport. En topsport, daar moet je lang voor trainen en oefenen. En dat is dit ook. Je kunt niet zomaar op een podium gaan staan en uh, dat ook kunnen. Daar moet je eventjes uh, voor oefenen. Maar heel veel mensen erkennen dat niet. En dat zijn niet de meest slimme mensen. Dat, uh, dus uh, en, uh, dus uh, dat is even de minste. En wat is even de leukste uh, dingen? De leukste uh, dingen is dat ik me nog altijd heel erg amuseer met mijn job. Ja. Da zelfs, zelfs nu nog? Ja. Ik bedoel, ik bedoel, niet nu na 15 jaar, maar nu tijdens corona. Absoluut. Is het niet um, lastiger nu, ja? Weet, je, ik heb, uh, as we speak, vorige week heb ik een nieuwe show opgenomen. I know, I was there. Die over een paar dagen uh, onthuld wordt, wat dat precies is. En ja. um, we hebben daarvoor iets gedraaid met een speciale cameo. Um, en dat, dat was we het... ben je bent er al heel erg omheen aan het fietsen, De hè? Nee, maar dat is geen probleem, dat is goed. Hij weet wat ik bedoel. Dat ah ja, De mensen mogen nieuwsgierig zijn, dat is het leuke eraan. Ja. Maar terwijl dat ik het aan toen was, heb ik het echt een keer moeten platleggen om te zeggen van I love my job. Want dit is ja. belachelijk wat we aan het doen zijn. Klopt. En ik ben blij dat ik dat bijna ieder jaar een paar keer kan doen van was ik toch gods aan het doen? Snap ik mijn boterham mee? En dat maakt mij heel blij. Maar ik heb dat ook als ik van die avonden met, met u jou en de Joker, hè, dat we gewoon de grootste kul meemaken, dat, ja. dat ik met de jongens het Haast iets aan het opnemen ben, en we, allee, dat we die mee in een papagaaipak steken. Allee, ja. that, <laughs> I love what I do, weet je. Dat like, kunnen we me echt niet afpakken. Dus, dus zelfs corona kan mij dat niet afpakken. Nee, dat snap ik, dat snap ik. Daan Menjo... Wij, uh, ik weet het niet. Uh, Daan, Ad Dan Menjoi of zoiets. Zijn er optredens van het prillerbegin waar je soms naar terugdenkt? En als hij dan raad kon geven aan Alexander van vijftien jaar geleden, wat zou het zijn? Dat zijn eigenlijk twee vragen, maar ze komen wel een beetje over. Mm, ja, ik denk, ik denk, de slechte zou ik gewoon de raad geven, dus niet. Maar ja, <laughs> ik denk dat die versie ook gewoon geld nodig heeft, Dus dat die zegt van, ja, fuck you, geef me dan geld, uit. Maar is het cliché van van slechte shows leer je meer dan van goede shows, is dat waar of is dat niet waar? Ik hangt ervan af, ik vind dat je geen slechte shows moet blijven doen. Want nu heb je nee. het al door wat een slechte show, allee, wat een slechte show is. Ja, Weet je, die, die slechtste shows dat ik gedaan heb in het begin waren ook vooral omdat ik het geld nodig had. Ja. Dus je pakt dat gewoon binnen. Weet, dat kan leuk uitdraaien, hè? dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Maar als ik terugdenk aan die, die shows waar ik via de achterkeuken ben binnengesmokkeld op, op bedrijfsfeestjes of op trouwfeesten, of, of ja. <laughs> ja, snap je wat ik bedoel, gelijk. Like, ja, ja. en, en, en vooral. Het enthousiasme van organisatoren die gaan Van ik ben fan van u en ik heb alles gezien, ik heb u op tv gezien. En daar gaat dan een slechte show door. Want ja, je staat gewoon een half uur te sterven voor een groep mensen die echt geen interesse hebben in comedy. En ja. die mensen zijn attitude zien veranderen naar u van: Wow, ja, ja, ik bedoel, Philippe yeah, Heubels is ook goed. Je ja, <laughs> ja, ja, had die... misschien, ja, misschien meer, beter even best kunnen doen, zodat hè, dat het jouw schuld is. Weet je wel, dat is ja, ook, inderdaad. Dat is ook altijd goed, hè? Dat is ook altijd goed. Dat ze zo ineens van hun weg trekken. Ja, maar ja, ik weet dat ze er doorheen aan al lullen waren. Maar ja, je had natuurlijk ook die drop kunnen aan. Nee, 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 nee. Je had maar je microfoon moeten geven, lul. Dat helpt, weet je wel. Ja. Nee, dat snap ik. Die shows, weet je, de slechtste shows. Dat is nu wat ik nu met toen ik het boek heb samengesteld. De slechtste shows, had ik zelf in de hand. Alleen bedoel. De keren dat ik een slechte show. Had, omdat ik echt zelf heel kut gespeeld heb. dat is meestal wel. Allee, dat, is niet, dat is niet stoef. maar dat is een minimum. Weet ik heb, ja. Mijn materiaal is zeker beter. geworden de afgelopen 15 jaar. maar snap wat ik bedoel. Like, nee, tuurlijk. Als, ik, als ik terugdenk aan kutshows. is het wel zo van ja. onder welke omstandigheden stond, omstandigheden stond ja. ik daar gewoon. Hoe vaak, hoe vaak gebeurt het dat je denkt. oh fuck, deze wordt een kutshow. en dat er dan toch nog meevalt? Nu minder. De afgelopen 5 jaar. bijna helemaal niet omdat, dus als je en, denkt dat het een kutshow show is, dan wordt het ook een kutshow. show. Ja, ik denk dat je dat zelf wel in de hand hebt, ja. ja. Ik, ik heb al diverse collega's van mij dat ook al zien beslissen op voorhand dat het een kutshow show gaat zijn. En dan wordt, ja, dan dat dan wordt het er ook een. Dan ja. wordt dat ook zo. Dat is, ja. dat is een jammer. De, de, de Nigel bijvoorbeeld, is iemand die daar heel erg <laughs> in de hand heeft, <laughs> die al meerdere keren op naar zijn Eerste rij kijkt: van ja, het zit er weer zo een of andere een wereld verbeteren met een en van die bergbot in op die eerste rij. <laughs> En dan is ze kwaad op voorhand en dan vliegt hij in de zaal op en roept hem ook de enige gast. Maar die mens zit daar. Ja. En, en hij de heeft de... ooit, een van zijn eerste shows in de Joker, heeft hij mijn moeder uitgeschreven. Het is even de weinig keer dat mijn moeder in de Joker uh, op een zondagavond zat. En die zat daar vooraan, want ja, mijn moeder kende ook, wist dat, ook niet. En dat was ook, dat was ook in 2006, denk ik, of zo. En heeft hij mijn moeder zitten uitschrijven. <laughs> En dat is uw op eigenlijk. Dat vind ik ja, wel dat, is, dat doe ik thuis al. Nee, maar dat was, dat was hilarisch. En uiteindelijk is dat allemaal, was, was er geen ruzie of geen probleem. Maar ja, die zat gewoon op de eerste rij. En er was natuurlijk een wat oudere vrouw. die misschien niet uitziet alsof ze in de Joker thuis hoort. Dus daar is die los op gegaan. Dat was hilarisch. Ja, hilarisch. dus. Ik herinner me een benefietshow dat ik ooit gespeelde. Met hem en Peel en Alex. En de tricks voor iets. Ja. Uh, en daar is hij ook gewoon dan had hij ook ook iemand zit op deze rij, ja stond, met een gezicht dat hem niet ja stond, En hij is ook gewoon zo kort door de bocht in de avond gegaan dat hij, dat hij opvloog en van... Wie zegt jij? Wat doe jij van job? En die mensen zo... Uh, ja, ik ben leerkracht. Ah, leerkracht. Zeker een pedofiel. <laughs> Heel die stallen, Wat gebeurt er wat, nu? Wat? Waarom, waarom is er nu een pedofiel? Die mensen stonden er ook. Maar ik heb hier niks gedaan. <laughs> je zegt één keer een kinderpiebel af en dan krijg je dit. Ja, niet dat hij best wel op zijn shirt droeg of zo. Nee, of dat hij er zo nog een kinderlijntje bij had. Oh. Uh, Henk de Sender, want wij, ik heb veel vragen hoor. Ja. Henk de Sender vraagt, had hij graag een internationale carrière gehad waarbij hij overal in de wereld had kunnen optreden? Goh, ik, ik zou nog liever internationaal kunnen optreden omdat ik gewoon dan een keer op reis zou kunnen gaan. En dat bedoel uh, ik nu niet, ja. niet per se nu tijdens corona, maar dat is het interessante daaraan. Weet je, uh, like, ik zie nu zo Daniel slos op Instagram, die is nu ja. twee maanden in Australië gaan wonen. Ja. Omdat, ja, corona is er bijna zo goed als een bestaande toch procentueel op dat eiland. Ja. Die gaan nu twee maanden optreden in Australië. Ik dacht van, oh damn, het zou tof zijn om die luxe te hebben: dat je gewoon een taal spreekt en een bepaalde een groep van fans al hebt. dat je gewoon ja. Dus ja. Ik ga even naar Australië voor een paar maanden totdat het hier voorbij gevlogen Vanaf, is. Ja, om, het, om het te overwinteren eigenlijk. Ja. Ja, dat, ja, ik, ik denk, de, de, dat zijn de voordelen van een internationale carrière. Dat je het ook wat kunt spreiden. Ja. Want wij, allee, ik vind, Vlaamse comedians zijn over het algemeen wel hardwerkende. Allee, wij, wij schieten er wel wat shows doen. Maar op de korte tijd, dat wij, allee, op het speelvlak Absoluut. dat wij maar hebben. Hé, hey, je was, je was uh, voor de lockdown. Voor de... Was er eigenlijk wel sprake van dat je ook in Nederland ging spelen? Mm. Uh, ga je dat zodra het ga, kan weer terug oppikken? Of is dat gepasseerd een beetje? Ik wil dat wel nog doen. Dat was trouwens ook een vraag van Sharik Derksen. Die vroeg mij ook. Ja. Ik, wil, ja, ik wil dat sowieso doen. Maar ik wil dat nog altijd doen. Want dat is natuurlijk wel hetzelfde taalgebied. En in principe nog een markt van 16, 17 miljoen mensen die je, de, die je kunt bereiken, in principe. Ja, en ik weet het, ik heb je ook. De eerste keer dat ik in Nederland opgetreden was ook via de Burgondische Belgen. Ja. Ik heb me ook heel erg amuseerd. Ik vond het ook heel erg leuk dat ik zo wat weer van nul begon. Weet je, er was geen verwachtingspatroon. Ik vond dat eigenlijk heel aangenaam. Dat ik gewoon zo wat ja. bekend en bescheiden letterlijk getrayout tijdens die tour. Omdat ik dacht van ja, wat ga ik hier gerodeerd materiaal gaan spelen? Maar Dat is ook het aardige dat, de, dat het Nederlandse publiek iets meer dan in België. Uh, gewoon naar zo'n avond komt kijken en het over zich heen laat komen. Mm -hmm. Terwijl als je, als je vier Hollanders in België zou zetten, dan denkt iedereen: wat de fuck, ik ga die Hollanders niet kijken. Terwijl die Nederlanders denken: nou, gezellig, we gaan even kijken wat die. Het uh, zo, ja, zo is heel oh. grappig dat hij een Hollander nadoet. Ik, ja, ik, nee, ik doe een Vlaming die een Hollander nadoet. Dat, <laughs> dat, dat is mijn dingetje. Nou, gezellig, we gaan. Want zo doen we het. is sorry. beter dan Bas Birker. Dan, die. Dan, dan uh, je, en uit de muren naar ja, want zo, zo zijn Hollanders volgens mij. Tilpenbollen. Tulpenbollen eten, lekker. Uh, over... Nee, maar ik wil het wel doen. Ik wil het wel ja. doen. En, en ik, de, ik denk, ik hoop dat de titel zal zijn. Want ik zou eigenlijk gewoon een best tof spelen dan. Tuurlijk. Ja. Maar ik zou graag de titel uh, Eindelijk in het Nederlands. Eindelijk in het Nederlands, dat is heel goed. Hoe gaat het nog met de prei? Vraagt HDZZ af. Die prei heb ik achtergelaten in mijn appartement in Antwerpen. In Die Meten. ligt daar nu nog. Die, waarschijnlijk... die heeft nu heel veel kinderpreidjes gemaakt. Dat is waarschijnlijk ook het meest hygiënisch dat in het appartement nog altijd staat op dit moment. Ja, die prij jaagt de ratten weg. <laughs> weg, go away. Hoe lang zijn we eigenlijk bezig? Want ik, heb, uh, ik, heb, ik moet een beetje op de tijd letten. Ik, ik heb 56 minuten staan, maar het loopt wel al sinds dat we bijna gestart zijn. Ah ja, nou ik, uh, ik denk dat we 70, 80 minuten. Uh, da, 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 dat, uh, daar gaan we op mikken. Oké. Okay. Uh, even zien. Heeft de podcast het materiaal beïnvloedt of eerder andersom? Vraagt Peter Oosteron. Oosterop, sorry. Ik denk dat de podcast, uh, ja, absoluut. Ja, de, in kort, ja, absoluut. Ik denk dat Mosselman of 2 bijna direct verantwoordelijk is voor Houdt voor Bekeken. Ja. Sowieso, omdat, die ook, omdat we de podcast live beginnen doen zijn, ja. um, heb ik een soort rust gevonden voor gewoon te praten op een podium en niet gewoon stand-up materiaal, constant stand-up materiaal. Want uitgerust en immuun is daar ook een resultaat van. dat gewoon... Die show is ook ontstaan uit, ik heb een paar verhalen, en we zien wel. Vandaar dat ik ook begonnen was op die kruk, weet je, dat was ook gewoon een ding van, goed, we gaan wat dingen vertellen en we zien wel. Dus ja, absoluut. Eigenlijk heeft Mossel vanaf twee uur ervoor gezorgd dat je nog met nog meer relaxedheid op het podium staat en weet, ook al heb ik niks, er komt wel iets. Ja, en... Het is ook meer mij, of zo. Het is geen typeken meer. Like, ja. de, 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 de grens is nu wel dunner tussen mijn podiumpersonage en mezelf. Ja, snap ik. Je ja. gelooft altijd graag als comedian. Maar dat ik denk ook de dat je daar wel 10, 12 jaar voor nodig hebt om dat te kunnen hoor. Ik denk dat dat, 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 dat voor andere comedians ook geldt. Mm -hmm. Ik denk dat, je, dat dat echt wel. Want hè, we, we zijn hier allemaal, op 2, 3 jaar zijn we allemaal comedian. Maar in Amerika doe je daar 10, 15, 20 jaar over. En daarom mm -hmm. zijn die mensen nog meer uitgepuurd in hun zijn. Ja, ik denk, als je naar iedereen kijkt in het begin, het zijn allemaal zo wat hyperversies van jezelf. Hè? Ja, ja. ja er daar zit, daar zit niks natuurlijk aan, denk ik. Allee, op, en, en bij iedereen op een andere manier. Ik denk dat ik en Alex te opgejaagd zijn. Ja. En ik denk dat de geubelstand te, te, weet je wel, in zichzelf was. Weet je, je, kon hem vroeger echt mee verplaatsen met zijn, stat, met zijn statief. Ja, ja, ja. Het was echt gewoon dat... De, 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 en dat je ziet dat hij nu wel relaxer is. Los van al zijn Absolut, die is, die is manische veel dingen dat hij ja. in zijn kop heeft. Maar... Nee, dat klopt. Klopt. na ja, April vroeg, vraagt... Welk comedy optreden dat je zelf bent gaan kijken... gaat je bij, altijd bijblijven? Oh, damn. De recentste... De recentste is Daniel Slozan's Try Out in New York. Ja. Omdat dat wel beetje voetjes op de grond was ook. Ja. Voor mij. Om iemand anders zijn voetjes op de grond te zien zetten weer. Dus, ja. Dat helpt wel op een of andere manier. Um, maar ja, ja, best wel veel hoor. Jerry Seinfeld in Londen. Ja, dat was leuk. Hè? Dat was ook wel heel, heel indrukwekkend hoor. Ja, absoluut. Um, ja, zo de, de helden zien aan het werk. Blijft toch altijd. Bob Burnham heb ik in Londen gezien. Ja. Met zijn laatste show, uh, voor voorlas jullie wat. Ja, de, de, echt zo'n paar vakmannen aan het werk zien voor de eerste keer is toch wel altijd. Ja. Maar ik ben aan het prutsen. En dat vind ik, ah, nou weet ik, heb dat ook met, met Amelie gehad, dat we een jaar en een half geleden naar Jen Kirkman gaan kijken zijn. Precies, ja. En dan heb ik me meer geprojecteerd op haar, maar dat was heel fijn om haar zo wat. Hij uh, had nog nooit een female stand-up volavond gezien, hè? Nee. Of die, die, heeft, die had geen referentiepatroon in het land. Nee, dat, wat nee, nee. Die, nee klopt. Die, die, ja, wat heeft zij om naar te kijken en dat ze haar eigen een beetje terug in ziet? De, de Annelies als onze schepper, maar dat is niet wat hij doet. Nee, nee. Terwijl die zag voor de eerste keer ja, een vakvrouw aan het werk en dat was wel voor haar van houd. Oh, dus je merkt wel hoe belangrijk dat dat is. Ja, En zijn er dan, want dat is ook, die jaren april dat had ook een pikje na, 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 na al die jaren nog dingen qua inhoud, vorm of stijl. Bij die mensen op, dus de, de, die jou inspireren om, om het ook zo te doen, of op een andere manier? Ja, ik denk dat Daniel Slos twee jaar geleden wel een soort van menselijkheid naar bekend en bescheiden heeft gebracht. Ah ja. Ja, dat, dat het meer echt vanuit mezelf komt. Ja. Niet, niet per se observatiecomedy, als in, ik heb dit gezien, en like, het, is, het zijn geen generische karakterspeel, het is echt altijd ik en, en mijn vriendin, het komt, het komt heel diep uit mezelf. Ja. En, en ja, weet het, 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 uh, het je, ja, als je een boek schrijft, de beste dingen komen uit jezelf. Dat, like, zo, like, de, de beste situatie komt uit kom wat je zelf meegemaakt hebt. Ja, ja snap ik. <tankt> Allee, dat, was, dat, is, ding, dat is sowieso de gouden regel bij observatie: comedy altijd van je bent niet uniek. Ik denk niet dat hij meemaakt dat dat de eerste keer is dat dat ooit gebeurt op de planeet. Nee, klopt. Als, je, als je daaruit al begint te schrijven qua stand-up, ga je al ver geraken. Maar uiteindelijk zelfs een verhaal over een break-up, of een nieuwe lief, of je rijbewijs al, whatever. Ja, het is zo universeel gekend. Ja, klopt. Ja, en, ja. ja, het is zelfs heel vaak zo dat je denkt van oei, dit is misschien wel heel niche voor mij alleen. En dan is dat toch herkenbaar op een andere manier of zo. Ja, en dan met deze dat persoonlijke verhalen, mag ik. Een aantal show's terug, gelijk dat stuk over friet, dat ik geschreven heb. Ja, ja, dat lijkt alsof ik het alles wat er te zeggen valt rond friet uitgepuurd heb, maar dat is meer van: ik heb gewoon als verteld wat ik doe en hoe ik andere mensen zie doen op frituur, en we zijn allemaal hetzelfde. Tuurlijk, er komt er altijd op neer. Rob heeft een geweldige vraag: Ad Rob G E B, ik weet niet, wat zijn uw top drie dino's en waarom? Damn, dat is een moeilijke. Ja, mela. Uh, ik zei dat er ze, ook uh, moeilijke vragen tussen zaten. Wel, Ja, de, 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 Ignor, ik de, hoor. Ik de, 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 deze is wel in ja. de top drie geslopen, um, Plesiosaurus, omdat dat, ja, de, ja ik vind dat, het al, het, het eigenlijk niet eens een zeereptiel. moet ik er altijd bij zeggen. Het is, het is, uh, eigenlijk, wel dus dat gewoon. Ja, dus het is, 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 het weerspiegelt ook wel een beetje mijn liefde voor cryptozoologie, en die heb ik al. Even lang als mijn liefde voor dinosaurissen. Ja. Is dat begonnen met de X-Files ook? Um, ben ik aan het nadenken. Want dat ook. is wel, Exfiles is zo eind jaren negentig of zo. Nee, dat is, dat is door een boek dat uh, bij, um, bij mijn beste maat, Matthias, die dan zo heeft, zo, uh, vijf of zes boeken van die zwarte boeken met een, een, een gouden titel. Um, en één ervan is Mysteries en monsters. Je hebt ook zo alienontvoering en zo. Dat vind je nu bijna altijd terug in de in de Kringwinkel. Al die mensen die dat toegekocht hebben, die, die gooien dat nu weg. Ja, inderdaad. Maar daar, daar heb ik dan ontdekt. Dat was gewoon zo'n boek met ja, een boek van. Dit zijn met de, bigfoot en, en, en bigfoot soort... Monstervallig en en enzovoort. Wow. Dus heeft wel, eigenlijk dat heeft het wel wat losgemaakt. Ik weet niet wat dat was. Ik was ook wel uh, ja, er is tweede, derde studiejaar ongeveer. All dus op nummer drie staat het monster of want ik ben heel Op nummer twee staat, ik vind brachiosaurus, vind ik wel heel leuk, gewoon langnek. Ah ja tuurlijk. Gewoon een algemene langnek. Eigenlijk dezelfde op land. Ja. Ja. All right. Ik vind nummer één de kompi, vind ik de pro stagnaties, die kleintjes, die kleintjes. Ah, die kleintjes die waar de tweede mee begint. Ja. Lost World Trailer, Jurassic Park. Ik vind dat heel schattig. Ik vind dat heel leuk. Heb je het. er daar ook niet een van? Ja, die staat in mijn living beneden. Uh, zie je het? Is het? Is het? Alright. Nou, ik denk dat Rob zijn vraag uh, beantwoord is. Ja. Uh, Amber, uh, at Mrs. Duck, Volgens mij is dat ook diezelfde die uh, in Twitch de. Ja, dat is mijn moderator. Uh, de moderator ja. op Twitch is. Uh, als jij een film zou mogen maken, wat voor film zou het dan worden? Horror, sowieso. Horror. horror? Uh, ja, horror. En, en, ja, ik heb altijd gespeeld met het idee van antologieën. Ja. Ik hou van een horrorantologie. Uh, zie ik nooit gemaakt van dit land, maar dan zou ik het nog liever opofferen om een tv-reeks te maken. Ja, je hebt met die vuile, je vuile smeerlap, je hebt met die DVD <lacht> aangesmeerd, <lacht> ja. aangesmeerd. Hoe heet die? Tales of the Uncanny is dat? dat? Ja, ja, Tales hè? of the Uncanny. Dus dat is, een, dat is een documentaire over horrorantologieën. En horrorantologieën is een film waarin meerdere verhalen zitten. Ik ben daar niet zo in thuis. Hmm. En uh, ik heb die documentaire over over gezien. En nu heb ik een lijst van twintig films die ik wil zien nog ja, Top hè? Japan ziet ja. er wel zeer ongelooflijk uit. Ja, Quite nee, is... Dan is er of zoiets heet dat Kwaai ding. Dan, dan, dat wil ja. ik zien. En dan heb ik Creepshow en Tales of, Tales of the Crypt. Het ergste is, daar komt ook in die film in dat er een aantal films gebaseerd zijn op jaren 50. Uh, comics, die EC-comics, die zo Tales of the Crypt, komt daarvan. Ja. En nu moet ik dat allemaal lezen en zien en dat is allemaal jouw schuld. Dus, uh, hm, ja, ben... daarmee dat ik ben een grote fan van Tales from the Crypt, de tv-reeks. Ja. Dat, dat zou ik ook willen maken, trouwens. Ik wil gewoon een Vlaamse Tales from the Crypt maken. Stop. Maar dat, met die kakelende Cryptkeeper tussen, dat is eigenlijk ja. maar een variatie op die strips. Juist. Die Cryptkeeper ziet er ook anders uit in die strips. Dus meestal meer geest die er zo wat tussen wide. Maar, uh, maar dat, ja. is zo, dat is zo. Ja, dat, is, dat zit ook in het... Dus dat behalve dat dat in de filmgeschiedenis een soort lijn is, is dat dus in comicbooks ook een, een soort... Ja, en ik heb ook wel... Ik vind het ook wel leuk, dat idee van een film te maken waar verschillende regisseurs aan gewerkt hebben of zo. Ja. Ik zou me eigenlijk nog veel liever schrijven, de verschillende verhalen, en dan een regisseur aanwijzen per stuk. Dat klopt. En bij zo'n horror hoort ook wel een soort raamvertelling. Hè? Er hoort een soort vertelling... Ja. Uh, uh, 9 uh, uh, kans op 10 in die oude is het Pieter Cushing. Ja. <laughs> ja, ja, dus... die... ja. <laughs> 20% van de films die ik gekocht heb, want dan zit Pieter Cushing in als van geen raam Ja, te houden. Wel een held is dat. hè. Maar dat is dan heel vaak dat er, dat er speelt zich af in: uh, ofwel uh, Pieter Cushing die komt in een treinwagon binnen en vert, verhaal, vertelt met die gasten een verhaal. Die, al die verhalen is een verhaal. Hmm. Ofwel heeft hij een. Uh, dat is natuurlijk heel makkelijk en overzichtelijk: is, uh, hij heeft een, een antiek winkel en dan komen ze bij hem met een verhaal. En er, uh, iedereen heeft zijn eigen verhaal. Dus, dus een, een, een anthologie horror. Het zou wel werken, denk ik, want ze hebben nu die, die reeks gemaakt tijdens de lockdown. Die heet ook Lockdown, denk ik. dat ah, ja. al onze Vlaamse regisseurs zo'n kort film hebben gemaakt? Juist. Ja. Ik, heb, ik heb nog niet gezien, maar dat is Kenneth Jonas Kovaarts. Weet dat die de, een beetje onze horrorregisseur is eigenlijk? Die had ze van wel. Op. Ja. En, um, die voornamelijk heel graag refereert naar Italiaanse Bloody Horror dat niemand naar gekeken heeft. Want ik ken het de Vlaams publiek, als ze zeggen: oh, geef me meer Dario Argento, dan geven we dat gewoon. Hè. <laughs> uh, typisch de Vlaam. heeft ook Second Unit gedaan voor die film uh, Colorado Space. Ja, alweer. Allee, als er iets dicht bij de kampioenen ligt, dan is het wel dan, natuurlijk. Dat is wel een feit. Dat is even Engelse kampioenen. Maar die heeft. Die... Ik wil het nu wel zien, die heeft ook een van die kortfilms geregisseerd en dat is heel erg uh, Lovecraft-achtig naar het schijnt. Ah ja, ook, ja. ja en die Color Out of Space is ook Lovecraft naar het schijnt. Ik ken niks van Lovecraft, maar dat uh, wordt dus heel vaak gezegd. Ja. Dan moet je de Necronomicon film kopen, hè? ook op een horror op Blu-ray. Ja, <laughs> ja hier, gooi me nog even dieper uh, de, de financiële okay. dal in. Dat is best oké. Okay, nee, maar dat niet. zal best oké okay zijn. Ik, ik, heb, uh, ik heb gewoon het geld, niet voor al die dingen. Goed, uh, we gaan je? volgende naar... Ik heb geen geld. <laughs> uh, Louis, uh, Louis uh, Ad Luis Munoz. Welke grap van je eerste jaren vond je het beste of het minst? Damn, maar, het het leukste vind je het minst. Wat, is, wat was je slechtste grap waar we in, van, van vroeger? Pff, dat ik het al niet meer weet. Of alles tussen 2006 en 2008. Ik weet het niet meer. Nee, ja. Is er een um, waar je, nu van denkt, oh, dat was eigenlijk echt shit. Ja, ja veel... Ja, ik weet niet. Het is meer met de onderwerpen te maken, denk ik. Snap je? Het is meer. Ja. Ja, like, dat, dat blijft de kwestie. Het is niet dat ik mijn eerste twee zaal dat ik me daarvoor schaam of zo, zeker niet. Ik zag Patten Oswald zoiets tweeten onlangs van, ja. Um, Allee, ja, je bent niet goed bezig als comedian als je niet terug kunt kijken naar je eigen werk en een beetje cringen. Ja, ja, ja. Wat ja. ik bedoel, je moet wel allee, je moet een groei zien. Je Tuurlijk. moet vinden dat er een groei zit en niet blijven denken: wat oh, was ik geweldig. Nee, maar dat is wat we daarnet ook zei: iedereen, als je, als je een beetje fatsoenlijk bezig bent, dan evolueer je. Hè? En dan denk je ook: mm. van, oei, 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 ik zou dat nu op een heel andere manier verteld hebben. Of ik zou dat onderwerp zelfs niet gedaan hebben. of, of dus, ja. ja. Voilà. Ik zal het zo zeggen, show half, Weet al, show 1 tot en met de helft van de tweede. <laughs> ja. Heb ik gewoon algemeen zoiets van. Ugh, maar. Is er een ding in, dat tweede, in die tweede show. wel een soort kantelmoment is voor jou. ik denk van dat bit. Ik, ik sta er iets voorbij dat ik dat denk te weten. Dat er een bit is in die tweede show. Die denkt van: ah ja, maar dit is waar ik eigenlijk naartoe moet. Ja, dat is eigenlijk dat stuk over duiven. Omdat ja. daar de eerste keer is dat ik een retroactieve stuk had geschreven. Ik like ervoor verzon ik een mop en bouwde ik voor op dat onderwerp, en die een bit over duiven, maar als ineens ik ineens beslist heb, ik ga iets schrijven over duiven. Snap je? Ik heb nog geen mopper over ik wil er gewoon iets over schrijven. En die een show daarna zijn, derde show, is daar volledig uit ontstaan. Uit, ik wil uit... over deze onderwerpen materiaal puren. In plaats van, ah, ik heb een grapje bedacht en daar maak ik een bit omheen. Inderdaad. Ja. Vroeger, ja, mijn eerste al, ja, uiteindelijk, je eerste show en een groot deel van die in tweede, is meer van, heb je een toffe one-liner verzonnen? En je lijmt die aan elkaar en die onderwerpen worden wel een dingetje of zo. Maar ja. dat, is, dat is ook het resultaat van die Jenezen. ja, wat zijn, de, wat zijn de grote onderwerpen van die eerste show? Bejaarden, rijden op de bus, dikke mensen, mensen met roze haar. Ja, dat, dat, dat ontstaat niet uit ik zeg van ik wil iets over roze mensen schrijven. Dat komt eigenlijk, zijn, eigenlijk als je dan op Twitter zou zitten, zouden dat je tweets opgeteld zijn van ja, toen. Tuurlijk. Ja. Ja. Maar Of ik die slecht vind? Nee, alles slecht vind ik ze niet. is dus gewoon ja. ik ik zat zo zijn die eerste show en dat blijft gewoon een ding. dat is echt dat is exact de zaalshow van een 18-jarige die mikte een 18-jarige. ja. dat is een dingetje van zijn tijd. ik voel dat nog altijd. dat ik ik win daar vaak een nieuw soort publiek bij. want 16-jarigen blijven die show maar vinden online. ja. en dat is letterlijk op hun golflengte van hehehe. <laughs> maar dan komen ze bij de dezendheid van 33 en dat is een grote teleurstelling dat die niet meer praten over de seconde. Ja, nee, of dat die niet meer praten zo... Ken je dat? Dat, het, dat je gebuis bent voor dat vak? Ja, nee, <laughs> daar ga je weer. Die tijd is voorbij. Arts vraagt terugkijkend: zou je graag een ander traject gevolgd hebben als comedian? Zijn het, dus, is er iets waar je uh, spijt van hebt of juist niet? Dat is een moeilijke, hè? Want, ja. want dit traject heeft mij wel gebracht waar ik nu ben. Like, ik zal altijd blijven klagen dat het wel een beetje rapper mocht gaan of zo. Like dat het ietsje makkelijker werd. Het zou tof geweest zijn dat het niet zo wat inkakte na tien jaar. Het zou tof zijn dat gewoon een stijgende lijn bleef gaan. Maar ja, de, de scenische route is misschien wel de meest lonend. Ja, ik zeg ook altijd, het, het gaat zoals het moet gaan. Ik denk dat je die dip ook nodig hebt om dan sterker eruit te komen of iets anders te verzinnen of jezelf eruit te vinden. En ik bedoel, misschien als het in stijgende lijn was gegaan, had je houdend voor bekeken nooit bedacht. Nee, inderdaad. Dus, dat er geen nood dus aan was op mijn eigen. Dan was geen, alleen dan is er geen nood aan. En door houdend voor bekeken uit te vinden, ja, heb je wel een soort 2.0 hm. uh, doorstart gekregen. Ik, ja, wat ik, het, wat ik misschien ook wel het leuke of het goede eraan vind is, um, was er van het weekend ook over bezig over dat... De route dat ik gevolgd heb de afgelopen 15 jaar heeft mij ook wel een bepaalde werkethiek gegeven een bepaalde manier van schrijven. Weet je, dat Uitgerust en Immuun op zo'n korte tijd zijn klik heeft gevonden en nu die nieuwe show heb ik het op vier keer moeten doen, dat iedereen er min of meer stond. en Snap stappen wat ik bedoel? Ik ben er heel goed van, maar ik had liever gehad dat hij... Dat je die echt had kunnen try en weet ik van wat. Dat je de runtime kunnen doen. Maar kan het wel door die 15 jaar omdat ik ook bezig was, um, uitleggen naar mijn vriendin. En dat is zeker geen aanval trouwens nu naar, naar Alex of naar Geubels. Maar um, ik weet nog toen ze die podcast samen gedaan hebben, dat ze zo bezig waren over hoeveel try-outs ze nodig hebben. En dat Alex zo zei: van ja, ik, uh, ik, ik heb meestal zo'n vijftigtal, zestigtal try-outs nodig om er te geraken. En dat de en gij zet dat dan ook van: ja, maar niet iedereen heeft die kans om vijftig, zestigtal try-outs te spelen. Voor mensen is dat de toer. Dat is de toer. En, en ja, wij moeten, de we moeten hem gewoon binnen kunnen shotten op minder. Ja. De meeste van ons allemaal, uh, uh, los van corona, is bijvoorbeeld nog houd voor bekeken, is iets kort op de bal. Pele heeft dat ook tien jaar op een rij moeten doen. Het is niet. Ja. Mensen mogen niet denken van: maar heb je een heel jaar gehad? Nee, 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 nee. Je hebt niet een heel jaar gehad. Je hebt, nee, nee. Je, hebt... je, je kunt pas, als het over oude jaren gaat, als je inderdaad overhoud voor bekeken of, of uh, overleeft, ja, dan kun je pas. Aan het eind van het jaar bepalen waar dat jaar over ging. Mm -hmm. Daar kun je niet in januari al mee beginnen. Trijen. Dat is onmogelijk. Je kunt wat mopjes schrijven en wat mopjes tryhouten. Misschien. Over wat er in januari gebeurt. Maar 9 kans op 10 zijn we in fucking november vergeten wat er in januari. Ik bedoel, die bosbranden in Australië, die waren eind 2020. Nobody gives a fuck. Ja, dat was toen. Uh, de, de wereld stond in brand, letterlijk. Mm -hmm. en, en toen kwam corona. Toen was niemand nog bezig over die bosbrand in Australië. Mm -hmm, en, en je kunt 85 grappige geroosterde koala-jokes hebben, maar die, die <laughs> gaan niet meer. Die gaan ja. niet meer dan. Uh, uh, <laughs> maar inderdaad, en dat, is, allee, dat is wat ik bedoel, dus ik ben ja. daar wel dankbaar voor om je ja, geleerd te adapteren. Kort is... op de bal spelen, ja. En uh, ik, ik ben ook van overtuigd dat en Alex en ook uh, op tien shows een show kunnen maken. Ja, ja, ja. Maar, maar, maar ze zitten wel op, op een punt in hun carrière dat ze dat kunnen. En ze ja. moeten niet vergeten: van ja, maar iedereen kan dat. Ik zou er ook, ik zou er ook graag 50 try-outs doen, dus ik weet dat er een show van 200 shows volgt daarna. Snap je? Klopt. Ja, ja. Uh, dus, en dat, ja, dat is wel het ding, want 50 try-outs, ja, ik denk, mijn zwarte parade, ik heb die niet zoveel gespeeld. Nee. Ik denk, zijn derde show is de show dat ik het meeste gespeeld heb, denk ik. Ja. Even zien, wat had ik hier nog? Uh, Warren Vroman die vraagt: is, er een, uh, is een Andrew Schulz-format, die, die vijf à uh, tien minuutjes op YouTube, iets wat je uh, zou leuk vinden om het ook eens te proberen? Ik weet niet wat het is. Een soort, soort rant, een soort, uh, soort column voorlezen rant-stijl? Nee. Ik bedoel, ja. Allee. Dual gratis shit online, is dat ook Ja, en, en ja, ik vind ook het publiek is ook... Nu, hij heeft op Netflix een ding, en ik vond dat wel heel goed, maar mm. dat is inderdaad omdat het op een andere manier momenteel even niet kan. Maar ik vind dat eerder een, een plan B dan een plan A. Ja, ik, ding, ik, goed, ik ja. heb ook wel... Ik zou het zo zijn. Ik vind ook gewoon dat... Ik heb genoeg plekken om mij te ventileren. Ja. ja. Ik doe podcasts, ik doe comedy. Ik heb twee soorten van comedy om te ventileren. Ik heb me gewoon een show om te klagen over het leven. Ik heb me een show om te klagen over popcultuur. Allee, en dan gewoon. kun je er bij mij ook nog een beetje komen zweren. Ja, en dus alles, er, alles, nog... alles ertussen, <laughs> dan roep ik tegen nu. Voilà. Hé, uh, ja. hey, wat je net nog zei: uh, uh, Comic Review Antwerp vroeg. Nu je bent begonnen met. Ben je nog aan het kijken? Voelt het herfst beginnen van Mosselen eerder als fanservice of als een verplichting? Of kijk je er ook echt naar uit om het terug te doen? Of zou je liever meer. Ben je nog aan het kijken doen? Hmm. Um, of als nu... of. Het is zeker niet als verplichting het is ook niet als fanservice. We brengen het wel terug omdat we het leuk vinden, omdat we het weer leuk vinden om te doen. Ja. Uh, Bij je nog aan het kijken staat er volledig los van. Dat is omdat ik wel een bepaalde liefde herwonnen heb voor podcasts, maar ik heb nog nooit een gedaan in een format. Nee. Het is altijd... je, hebt, je hebt je hebt zo een nostalgie maand gedaan of je hebt wel je ja. hebt wel dingen gedaan hè, die een maar, beetje thematisch maar, waren. In de eerste plaats blijft Mosson of aftwinnen. Soort van comedy podcast. Dat leidt dus gewoon vrijblijvende leuke gesprekken. Ja. Uh, en dat is wat we het meest aan missen of zo. Dus dat gaan we ook doen. Dan vandaar ook maar twee keer in een maand, omdat we zeker met corona gemaakt geen fuck mee Dus er valt ook niet veel te over te praten eigenlijk. Maar nee, um, nee ben je nog aan het kijken? Ga ik zeker wel blijven doen. Gezien de respons er nu op ben ik ook wel heel tevreden. Uh, ik heb de smaak ook wel te pakken of zo. Hey, als jij jezelf zou moeten interviewen, voor ben je nog aan het kijken, welke tv-reeks zou je dan pakken? Uh, ik denk Community. Ah ja. Het is dus, ja, dus, dus heel grappig dat mensen de tv-reeks als ze kiezen, spray zegt wel veel over hen, op een of andere manier. Natuurlijk. Ja, nu die laatste, of die laatste die ik gehoord heb, was eentje met, uh, sense, over Sense8. Ja. Ja, en dat lag heel voor de hand. Ja. Over, over uh, Trans... Uh, en het Trans, het, het, toestanden. het, het ja. grappige is dat niemand van mijn gasten zijn onder de tv-show opgelegd. Ze mogen echt zelf kiezen wat ze willen. Ze moeten er gewoon genoeg over weten om er met mij te kunnen over praten. En ja. Ja, heel organisch duikt dat wel op of zo. Ja, bij, alle, bij Adriaan was het de, de kat. En Adriaan is ook iemand die heel erg over nostal, met nostalgie bezig is. Dus dat ja, in en de en jaren 70, 60, 70, 80 televisie. En, en Jelle ja. ja. met de Simpsons is, is heel frappant. en, en ik denk, uh, Soon Suki komt ook nog eens en zij doet de Fresh Prince of Bel-Air. En ja, je zou kunnen zeggen van... Hoe Wilswit nog cool was. Ja, maar je zou kunnen zeggen van, Haha, de, de black girl gaat dan weer een Black Race pakken. Maar ik denk van, ja, maar ik snap dat het daar uh, belangrijk was voor een heleboel diverse redenen. Dus voor, iedereen, dat... voor iedereen is het belangrijk uh, uh, om iets op tv te zien wat over jou gaat. Ja, en vink en, en, ja, en vinkt dat uh, heel veel vakjes af. Het, had ook, het is hip hop een deel. Het is een hip-hopster die groot geworden is. Ja, en, en die, hey, Jesse Jeff, hè, die is zijn, zijn maat, ja. dat is gewoon een fucking goeie DJ. Ik bedoel, dat is ja, gewoon. Een... Da, het, het, zijn, het is een van de weinige reeksen, toen met, met zwarte mensen met succes, alleen met een bepaalde, bepaalde rijkdom. Ja, wij hadden natuurlijk de Cosby Show, maar dat bleek achteraf ook uh, een beetje raar te zijn, maar dat bestond wel al. Dat ja, toen. maar ik denk dat tot de Jeffersons ervoor, dat, dat ook Amerika dat ook nog nooit gezien had, gewoon een, een wel te doen. Zwarte familie die in, Be in Bel-Air woont, weet je, dat, ja, ja, klopt. Is wat, ja, het, is, het, is, het is een fijn onderwerp. Weet je, ik praat graag over tv en... en het, ja, kijk, de, daar gaat ook zo ik dacht mijn... dat je het misschien over cheers, over cheers ging hebben. Cheers zou ook nog leuk zijn. We hebben niet Cheers gerelateerd aankomen in de just, laatste aflevering. Dat, maar, um... dat is voor later. Uh, voorlaatste vraag. Jurgen Blomme vraagt, hoe gaat het met Kurt? Kurt, nooit. Ah, uh, wacht. Uh, wacht uh, ik heb zoveel van die domme mensen namen in mijn, in mijn repertoire zitten. Ja, de Godverdomme Kurt Kurt, Kurt waarschijnlijk. Die? Uh, ja, die bestaan natuurlijk. Die is een fictionele Kurt. Ah ja. Maar er is. Hoe wel gaat het de... met een fictionele Kurt? Hoe gaat het ermee? Geen idee. Uh, Goed. Ik hoop voor hem. Die is met zijn nicht getrouwd. Raar verhaal. <laughs> hij wist toen niet dat het zijn nicht was. En nu blijkt zijn nicht. Die hebben kinderen gemaakt. En ja. Die, die proberen nogal vaak het bestek op te eten. Dus het is, er, er, er is ook een echte Kurt, dat is de Kurt van de cinema in haalste. Maar dat moet je niet ah, ja, ja, gaan ja, eigenlijk. Dat is, die, dat is die, uh, die autist die naar alle films kwam en ook twee uur te vroeg en twee uur te lang bleef om tegen de mensen te praten. Och, hey, maar die, ja, die zit nu ook in een vacuüm, natuurlijk. Ik denk dat wel. Ja, die gast, die zal helemaal verdwaald zijn, want die vulde zijn dagen met. <laughs> dat de, ja. Die moet komen lastig lastigvallen. Dat was eigenlijk mijn job. Maar als ik niet kon, dan kwam ik niet. Uiteindelijk komt dat je, je toch waardige vervanging. Maar dat, is, dat komt, ja, die Godverdamme Kurt, dat is eigenlijk Dimi. Dat, dat is een hè, dat Godverdamme ja, Kurt. Ja, ja, ja. Ah, dat is die Kurt. Ah, okay. uh, wat is de. En dan tenslotte, uh, uh, Yves Anul, denk ik. H-A-N-O-U-L-L-E, uh, ik weet het niet. Ad Yves Anul, zo zeg ik het, zal wel verkeerd uitspreken. Wat is de vraag die ze u nog nooit gesteld hebben? ...en die je wel graag wil beantwoorden. <laughs> Dat is dan een goede laatste vraag. Damn. Een vraag die ze mij nooit, nooit gesteld hebben. Uh... Hoe is het? Nee. <laughs> nee, maar het is zo. Je moet als... Zeker als je interviews doet... ...en zeker als je weer iets nieuws moet verkopen... ...dan zitten er altijd journalisten bij... Die, ...waar je moet uitleggen wie je bent en wat je doet. Dus die Otterlijk. helemaal geen research gedaan hebben. Dan zijn er een aantal mensen die wel iets van je... Carrière kennen, maar bepaalde uh, ideeën daarover hebben, want ze hebben hun research niet te groeien doen. En er zijn er een paar, dat zijn helaas absolute minderheid, die echt weten wat er allemaal aan de hand is. Maar ook die vervallen vaak in clichés. Hè? Je, je moet, uh, um, Amelie had het er laatst nog over, die, die moet dan toch weer benoemen. Waarom er zo weinig vrouwen in de comedy zitten? Ik bedoel, dat je al, je kunt. Het, het, het gaat altijd richting cliché. Dus mm -hmm. welke vragen worden er dan niet gesteld die eigenlijk wel gesteld zouden mogen worden? Ja. <hums> nou, weet ik niet, daar kan ik eigenlijk niet op komen. Het is wel inderdaad frappant. Waarom vragen ze ook nooit aan mannen dat er waarom er zo weinig vrouwen in de comedy zitten? Ik kan ik ook wel antwoorden op die vraag hoor. Ja, en wat is dat antwoord volgens jou? Dat is niet zo grappig. Ja, klaar. <laughs> Nee. Nee, 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 nee. Uh, pff, Ja, weet je bedoel... Ik denk, ja, Ik denk. Ik, denk, goed. ik vind dat wel van ver komen. Ik vind niet dat we. Ik heb nu zoiets van. We hebben er nu genoeg. We gaan beginnen. Ik vind dat we. Ik vind dat mensen gewoon een verandering verwachten. die niet realiseerbaar is in dit land. Nee. Dit land, hè? Ik bedoel. Ik, vind, ik snap het. Hè. Je, je, je leeft op het internet. Je ziet van alles over de plas gebeuren. Je denkt van. Hey, waarom kan dat hier niet? Maar je moet ook een beetje realistisch zijn. Dat... Ja, zelfs in Amerika. Ik bedoel. Uh, uh, Kevin Hart. Bill Burr, dit en dat. Ja, Elijah Slesser, Er zijn een aantal goede vrouwen, hè. Zeer veel, godzijdank. En meer dan hier. Maar niet... Ik bedoel, dat is niet op... Percentagegewijs. Ja. Um... En ik weet ook niet of dat, of dat zo erg is. Ik denk dat er, Ja, ik bedoel... Ik wil zoveel mogelijk verhalen horen, van iedereen verschillend. Maar we, dus... moeten niks, mm. we moeten niks forceren, hè. We moeten gewoon voor altijd onthouden. Er, zit, er, is, er, er is groeimarge en dat zal altijd blijven bijkomen, hè. Dus je kunt gewoon niet... alleen, ik bedoel... Ko Allee, ik geloof altijd graag dat staan op comedy een beetje mee, oud is als mij in het land, snap je? Omdat... Ja, klopt. De comedyboom is zo wat 2005-2006 gebeurd. Ja. ja, en we zijn er nog altijd niet. Alleen in dit land, like, we zijn nog altijd shit aan het uitleggen. Hè? Absoluut. Nee, daar, 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 daarmee hm. wordt de wel een beetje rond. Inderdaad nog altijd, er zijn nog altijd mensen die niet snappen wat comedy is, die niet weten wie die comedians zijn. Er is toch altijd groei, Marge, uh, inhoudelijk. Frampant uh... voor mij bijvoorbeeld, dat iets dat ik nu vaak opmerk is dat, uh, met het hele corona, we hadden er niet veel over hebben, want I don't give a shit anymore. Maar als er over cultuur gesproken wordt, voel ik mij daar niet bij betrokken. Nee. Omdat, omdat cultuur erkend komen die niet. Allee, dat, dat, dat is al 15 jaar zo. Wij zijn niet echt cultuur volgens cultuur. Ja. Dus als daarover gesproken wordt, wij namens cultuur en dit en dat, denk ik altijd van ja, gezien nooit een comedie zijn en een naam onder die open brieven staan. En dat, nee. zegt, iets, dat zegt iets dat wij ook zoiets hebben van ja. Dat komt natuurlijk ook deels omdat er een hoop van die mannen uh, uh, niet afhankelijk zijn van uh, subsidies, uh, omdat mm. die zelf kunnen zijn. Maar mm. ik, ik, het grappige is, ik heb er misschien met jou alles over gehad, is dat met twee van, uh, ik heb drie passies: film, comics en comedy. En comedy en comics zijn wat dat betreft heel gelijk aardig, want dat zijn mm. twee uh, kunstvormen die door de rest, dus binnen het theaterlandschap, wordt comedy een beetje gezien als, uh, als uh, ja, wat mopjes op een podium. Mm. En, en, en binnen uh, het literaire wereld worden de strips een beetje gezien als wat tekeningsgezinnen boek. Ja. Uh, uh, terwijl die wel uh, qua omzet, qua, qua, als het dan gaat over, over uh, populariteit en omzet, zijn die vele malen groter. Mm -hmm. En, en, en minstens zo moeilijk en minstens zo interessant, alleen mensen die dat goed kunnen laten eruit zien dat dus wat makkelijk is. Ja. Ja, dus, dus um, inderdaad, ja, dat's, dat's, ja, dat, is, ja kijk, dat is een dingetje dat wel bij blijft na 15 jaar. Als ja. je denkt van, allemaal goed en wel, maar ik, voel, well, ja, ik heb niet het gevoel. En, dat het en heb, mij je het gevoel, heb, heb je soms het gevoel van, ik zou. Uh, 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 Steek dat of heb je het zo? Uh, fuck it, jongens, hey, als jullie. De, fuck you. Ja, ik denk dat dat een beetje hetzelfde is als mijn, als mijn, mijn mening over televisie en, en op tv willen komen is. Weet dat, dat, ja. ik daar, dat ik daar tien jaar heel hard naar gestreefd heb, naar die erkenning. En op een bepaald moment heb ik het gewoon losgelaten. Weet dat, like dat, ik mo ik moet voor een of andere reden denken aan Bill Burr over dat ding, dat hij nu naar de kerk gaat. Weet dat, dat je zo eerst zo. Dat dit zo met zijn statief aan het omhelzen is. En aan de tijd was het al zo, witte vingers erop, maar alleen maar op, op zondag een keer en misschien op feestdagen. En op een dag heb ik het gewoon losgeladen En dat is ook een beetje mijn, mijn cultuur, of mij willen erkend worden als cultuur. Like, ja, sorry, maar ik doe niet meer mee. Like, wij, wij gaan niet communiceren of doen dat we hetzelfde zijn. Hè? Je komt ook niet kijken. Ik kom wel nog naar jullie kijken, maar ja. jullie hebben geen idee hoe we zijn, wat we doen, hoe we een publiek bereiken. Nee, nee, dat is, en, en, hebben we daar wel een bepaalde voordelen over, uh, over hoe, hoe dat in elkaar zit, hoe dat gaat en hoe ik, makkelijk dat mm, het zou kunnen zijn? Dat zou zijn. Ja. Wat, wat ik verrapant vond bij de vorige, uh, tussen onze eerste en onze tweede lockdown, heb ik gespeeld. Ik heb best veel gespeeld. Ja. Omdat ik zei van eender hoeveel publiek dat is, ik ga wel spelen. En het was niet per se een geldingetje hoor. Ik had gewoon vier maanden thuis gezeten. Ik werd ja, gek, als ja. ik nu werd, ik wil fucking spelen. Dat, of het nu voor 25 man in de Joker is, of voor 400 man in de OLT, it doesn't matter, ik ga gewoon spelen. En ik heb een paar, in een paar cc's gespeeld ook in die periode, voor wat er binnen mocht, 200 man, 400 man. Ja. Um, en de verhalen bleven binnenkomen van mensen die niet wouden optreden voor zo'n hoeveelheid publiek. En, en er kwamen kwam zelfs verhalen binnen van... Die soort mensen online die zijn, dat mensen zoals ik de markt kapot maak door wel te willen optreden voor 200 man. Omdat wij toonden aan het publiek dat wij kunnen leven op 200 man. En, uh. ik, en ik dacht, ja, maar... Um, ik deed dat ervoor ook al. Allee, snap je wat ik bedoel? Like, ja, mijn grote tour is afgepakt net voordat ik hem kon spelen. Weet je? Maar dit is voor mij geen stap terug. Voor 25 man in de Joker. Allee, ja, ik heb dat al gedaan. Ja, ja. ja. Voor honderd man en, en, en Ik heb dat al gedaan. Dus voor een comedian is dat. That's what we do. En in sommige, in sommige opzichten zijn die shows waar je dichter op het publiek zit. Of bij een kleinere groep. Dat is een andere vibe. En die is ook leuk. Mm -hmm. Ja. Hè, ik bedoel, hoe groter je publiek. Hoe minder de één op één de, 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 de directe uh, connectie. Dat zou zijn. Er is maar. Ik zou maar één keer een show weigeren voor te weinig publiek als dat gewoon niet in proportie is met de zaal. Ik, als je nee. echt voor... Dan is het belachelijk. Omdat je gewoon... In, 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 steen, in een zaal van 800, ja, Dat is het... Dat is een ja. sfeerdingetje. Ja. Dus dat is het probleem daaraan. Maar... Ja. denk ja, kijk. Dus... En dat zijn, ja, dat zijn dan de mensen die cultuur vertegenwoordigen, die, die ook kwaad zijn als je het dan wel blijft werken, die zo wat... Uh, ja. Ja, ja. Nee, dus, ja. Dus, ja dus we, stoppen, mocht, je heb daar een beetje een verandering bij. Snap ik, snap ik. Goed, uh, tenslotte uh, de volgende 15 jaar. Dus <laughs> we zitten over, de, over 15 jaar zitten we. Uh, ik aan uh, het ik had een beademingsapparaat nog net niet dood. Ja. En jij uh, in de fleur van je leven. Uh, <laughs> je bent dan zo oud als ik ongeveer. Uh, als ik nu hè, bedoel ik. Damn. En dan hebben we via een soort virtuele derde, een soort 4D-achtige projectie met z'n tweeën, hebben we een podcast, of hoe dat dan, een vlogpot, ding, zoals dat dan heet. ook oh, rechtstreeks een mensen de hersenen gestuurd. Ja, ja, precies. Daar is, geen, daar is geen device meer. Dat is gewoon, dat komt via een USB of iets anders in je nek. Mm -hmm. uh, uh, en waar heb je dan, wat heeft Xander nog om op terug te kijken? Damn. Ja, ik, weet het, ik, ik hoop dat ik dit kan blijven doen tot ik erbij neerval. En ik denk dat dat ook wel zo zal gebeuren. Als je de gemiddelde biografie van de comedian leest die niet gestorven is aan drugs. Ja. Dat, ja. Dan zijn ze het wel blijven doen tot de dag dan ze. Klopt. Carlin uh, is een mooi voorbeeld. Ja, inderdaad. Uh, uh, de, maar ja, Bill Cosby eigenlijk ook. Hè. Nu zit hem in de bak, maar die praat die ook nog altijd op. Uh, ja, of, of nu in ons geval, ik like, doet doodleuk like Jacques. Ja. Ja. Um, Los van, ha, ha, ha de Jacques zijn geld en de centjes. Hij nee, doet nee, nee. Het doet dit wel omdat het dit heel graag doet, hoor. De, de keren dat Jacques bij ons in de Joker heeft gestaan, of wel met een podcast die we deden, dan zag je wel een podiumbeest dat dat is. Dat heeft ja. niks te maken met centen, dat heeft puur te maken met zijn liefde voor een publiek en zijn, zijn drang om te, te, te entertainen. En ja. dat is heel leuk om naar te kijken. Inderdaad, dus dat, dat, dat inspireert. Weet, dat geeft ja. goede hoop, dus ik hoop vooral dat ik... Blijven spelen, weten daar en dat ik relevant ga blijven ook, weten dat ik blijven kan ja, ja. meegaan met de veranderingen in de tijd. Want het is de discussie in comedy, algemeen natuurlijk. Hè. PC en, en woke en dit en dat. En ja, er zijn dingen waar ik mee tegen ga afzetten, en ja, er zijn dingen die ik over mij ga laten komen, omdat ik wil meegroeien met het publiek. Ja. Um, dus ik hoop vooral daar. Dat, dat, dat... En die, die anthology-horrorfilm die je dan gemaakt ja, hebt. Ook, ja, ik hoop al een die Of die boeken die je geschreven hebt. En komt er nog een strip? Ik wil ook dat er nog een strip komt. Want ik ben natuurlijk een strip -liver. Tweede mosselenstrip. Zou wel heel leuk zijn. Natuurlijk. Ja, of iets anders. Of een ander, iets, uh, iets anders. Ja, moest ik maar beter kunnen tekenen. <laughs> ja, of iemand vindt. Of ja, ik bedoel, er zijn mensen genoeg die je willen helpen om het te illustreren, denk ik. Mm. Als ik een goed idee heb, dan wil ik dat zeker wel ja, doen. Dat moet je gewoon doen. Right, lieve vriend. Dit was 15-jarig zal de Rijken. Uh, weet je, waar ik trouwens uh, veel aan gedacht heb de afgelopen maanden. Dat is, uh, uh, komt er nu iets seksueels? Ah, nee. Okay. Ja, ja. Hey, de... oh, ja, ja, Wij twee. <laughs> ja. Nee, ik en Florida, als je het vijftig wordt. Ja, ja. ik heb er ook al. Maar ik, 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 ik zeg, het, ik zat op mijn harde schijf en ik zat ook naar die foto's in LA te kijken. Uh, godverdomme, ik heb zin. Uh, ik heb zin. Ja. Dus uh, um, huren we een, een jeep en dan uh, rijden we naar Cape Canaveral. Godverdomme, als die Ja, absoluut. Ik, ja. Kijk, ik heel erg, ja, ik bedoel, zeker als je een jaar. Hè, ik, ging, ik ga ongeveer elk jaar en jij misschien hm. nog wel vaker naar Londen en vaak ook samen. En ik mis die shit, jongen. Ik mis naar Londen gaan. Ik mis naar hm. een city trip. Uh, dat zijn echt wel dingen die, uh, die uh, we absoluut dubbel en dwars moeten inhalen. Ja. Gaan we en, doen? Dat gaan we gewoon doen, man. En uh, ik hoop dat we nog, uh, nog lang uh, van uh, de comedy en alle andere projecten mogen genieten. En uh, geniet van je, van je 15-jaar-week, ook al is het in deze rare tijd. Maar uh, ja. ondertussen heb je uh, toch maar weer uh, 87 projectjes gedaan. Nee. <laughs> ja, dus. Uh... En voor de luisteraars heb ik ook nog mm. een ding. Ik heb er net bedacht. Omdat ik, in, omdat ik op zoek was naar foto's van jou. Mm. Uh, dat 9 april 2006 was de eerste comedy show in de, in de Joker. Ah, ja. En ik ga, om die, omdat dat ook 15 jaar geleden is. Ga ik samen met uh, degene die toen optraden namelijk. En dan was ik echt vergeten dat de, de, de foto's Alex, Adriaan en Nigel? Yeah. Alex, Adriaan En Bert? En Bert. Grappig. met Gabriels, Adriaan van den Hoofd en Alex Eknieuw. En, en met ons vieren gaan we een... Daarna uh... nou vind ik dat je iedereen van de no eerste op een mic moet terughalen. Uh, nee, want ik heb die foto's gezien en daar zitten mensen bij waar ik uh, in principe niet uh, mee hoef te babbelen. <laughs> Plus, daar zijn ook al drie van overleden, denk ik. Van uh, <laughs> uh, Maar goed. Lieve vriend, enorm yes. bedankt voor het gesprek. Jij bedankt. En, uh, en, ja, tot, tot in levende lijven en uh, anderen op een andere manier. Nieuw! You...